Dames en heren, de orde is nu het actualiteitsdebat over de uitdagingen in het hoger onderwijs. Het debat is geopend en ik veronderstel, zonder te kijken, dat mevrouw Meuleman als eerste spreker is. Mevrouw Meuleman. Spreektijd is afgesproken 10 minuten. Hij is opgelegd. Ja, meneer de voorzitter. Ja, voilà. Mevrouw de minister. Collega's, misschien nog even wachten, man. Mevrouw de minister. Collega's, wil deze Vlaamse regering de kwaliteit van het hoger onderwijs hoog houden? Wil deze Vlaamse regering de kwaliteit van het Vlaamse hoger onderwijs hoog houden? Ik neem aan van wel, collega's. Wil deze Vlaamse regering nog altijd Vlaanderen uitbouwen tot een kennisregio, een innovatieve kenniseconomie en dus meer in plaats van minder hoogopgeleide? Ja, ik neem aan van wel, collega's. Is deze Vlaamse regering nog altijd van mening dat de toegang tot het hoger onderwijs niet bepaald mag worden door het gezin waarin je geboren werd, door je sociale afkomst? Mevrouw de minister, ik neem aan ja op die drie vragen. Kan u mij en de collega's, de rectoren, het onderwijzend personeel en de tienduizenden ongeruste studenten overtuigen deze namiddag hoe de drastische besparingen die de Vlaamse regering doorvoert, besparingen op werkingsmiddelen van de instellingen, op de studentenvoorzieningen, op het aanmoedigingsfonds, besparingen waarvoor u de factuur doorschuift naar de gezinnen, hoe die besparingen en die facturen zullen bijdragen tot het behouden van de kwaliteit, tot de democratisering, tot het beter opleiden van meer jongeren in Vlaanderen. Want dat is de essentie van het debat vandaag. En ik, en met mij duizenden studenten, wij zien het niet. Uw regering beslist om in het onderwijs diep te snijden. 190 miljoen, waarvan 81 miljoen voor het hoger onderwijs. Ze beslisten ook om de factuur van die besparingen door te schuiven naar de gezinnen door een verhoging van het inschrijvingsgeld. Eensklaps met maar liefst 43% of een stijging van 619 naar 890 euro. Met andere woorden, een gezin met twee kinderen die universitair onderwijs volgen, betalen 2 keer 5 keer 270 euro. Dat is 3000 euro meer om hun kinderen te laten studeren. Dat terwijl de kwaliteit van het hoger onderwijs nu al onder druk staat. Op 5 jaar tijd is het aantal studenten per prof of per assistent gestegen van gemiddeld 22 naar 27. Het budget van de instellingen daalde per student de laatste 5 jaar met 1000 euro, zo berekende de krant De Tijd. Universiteiten en hogescholen komen dus steeds meer op hun tandvlees te zitten. Er zijn meer studenten in het hoger onderwijs, aulas zitten vol en er is een tekort aan personeel. Toch zullen de besparingen niet eens volledig kunnen gecompenseerd worden door de doorfacturering naar de gezinnen. Met uw regering krijgt de student in Vlaanderen vanaf nu minder waar voor meer geld. Een hogere factuur, maar minder kwaliteit. Dat is het resultaat van CD&V op hoger onderwijs. Want de katholieke hogescholen in Leuven kijken tegen een tekort aan van 2,1 miljoen euro. De Gentse hogescholen zullen nog 2 miljoen extra moeten vinden. De Universiteit Gent moet 7 miljoen besparen. De katholieke universiteit Leuven 5 miljoen. Deze besparingen, dat kan niet anders, zullen snijden in het vlees van het hoger onderwijs, namelijk in het onderwijzend personeel in de omkadering. Er zullen ontslagen vallen of in het beste geval worden proffen die op pensioen gaan niet meer vervangen. Het resultaat zal zijn nog meer studenten per docent, grotere groepen, vollere aulas, minder begeleiding, minder kwaliteit, minder jobs ook. Ook dat is CD&V op hoger onderwijs. Vervolgens is er een bijkomend probleem, want hoewel het aantal studenten is toegenomen zonder dat het personeel is gevolgd, zijn er te weinig hoogopgeleiden in Vlaanderen. We verliezen terrein op vlak van kennis. Vlaanderen kent een veel lagere toename van hooggeschoolden dan gemiddeld in de OESO. Er moeten in onze aulas dus dringend nog studenten bijkomen. Wil Vlaanderen de trein van de innovatieve kenniseconomie niet missen? En waar moeten we dan op inzetten? Wie, mevrouw de minister, moeten we bereiken? Heeft u die aulas al eens bekeken?
Heeft u daar al veel diversiteit, veel kleur gezien? Zijn die een weerspiegeling van de samenleving? Nee, mevrouw de minister, nee. Nog een OESO-studie die een aantal weken geleden de pers haalde. In Vlaanderen komt nog geen 6% van de studenten in het hoger onderwijs uit laaggeschoolde gezinnen. Nochtans 18% van de bevolking. Kinderen van hooggeschoolde ouders hebben 6 keer meer kans om hogere studies te doen. Met andere woorden, de democratisering in Vlaanderen stokt. De oorzaken daarvan liggen voor een stuk in het leerplichtonderwijs, waar de sociale ongelijkheid al wordt bestendigd. Vandaar dat ik ook hoop, mevrouw de minister, dat u erin slaagt om daar de nodige hervormingen door te voeren. Maar het is onmiskenbaar ook een gevolg van financiële drempers. Ik verwees eerder al naar een Flemozi-studie met als titel De sociale doelmatigheid van financiële tegemoetkomingen voor studenten. En wat blijkt daaruit? De studielagen vandaag dekken de studiekosten niet. De inkomensgrenzen zijn te laag. Het bedrag van de toelage wordt te snel afgebouwd. En de toegang tot de studietoelage is verre van optimaal. Dat zorgt voor een rem op de participatie aan het hoger onderwijs van jongeren uit lage inkomensgezinnen. Zo besluiten de onderzoekers. Omdat de keuze voor hoger onderwijs ertoe kan leiden dat ouders dieper wegzakken in de armoede of financiële bestaansonzekerheid. En de studie stelt dan ook zeer duidelijk, zwart op wit en wetenschappelijk onderbouwd, dat willen we ook mensen uit gezinnen met een laag inkomen de kans geven om te studeren, we de bedragen van de studietoelagen moeten verhogen en de toegang tot de studiebeurzen moeten uitbreiden. Maar mevrouw de minister, dat doet u niet. U verhoogt het inschrijvingsgeld drastisch, maar u bekijkt het systeem van de studiebeurzen niet eens. Terwijl iedereen weet dat daar een aantal dingen fundamenteel fout zitten. Voor mensen die de beurzen nodig hebben, zijn ze ontoereikend. En tegelijk zijn er studenten die de studietoelage krijgen terwijl ze die niet nodig hebben. Dat komt omdat de toelagen worden toegekend op basis van inkomen en het vermogen op geen enkele manier in rekening wordt gebracht. Opvallende tweet, mevrouw de minister, van Greta Donth, collega's van de CD&V. Die tweeten vanmorgen, wie veel inkomen heeft uit vermogen, maar een laag arbeidersinkomen krijgt toch een studiebeurs. Als wij, samen met CD&V-corypheeën, zoals Koumans, pleiten voor een eerlijkere fiscaliteit, voor eerlijkere systemen, die grote vermogens niet ongemoeid laten, dan is het ook om die misbruiken aan te pakken. Zodat onze inspanningen op vlak van studiefinanciering terechtkomen bij die mensen die het echt nodig hebben. Maar u kijkt niet naar dat systeem, mevrouw de minister. U verhoogt lineair de inschrijvingsgelden zonder aan het systeem van de studiebeurzen iets te doen. En mevrouw de minister, u zegt sociale correcties door te voeren. Omdat er een kleine groep studenten, de bijna beursstudenten, is die de verhoging van het inschrijvingsgeld niet zullen moeten betalen. Maar mevrouw de minister, dat gaat om 2000 studenten. Ocharme nog geen 1% van de studentenpopulatie. Dat noemen ze een doekje voor het bloeden. Als u dat zegt, als u dat, mevrouw de minister, als sociale correcties verkoopt, dan kan ik niet anders dan denken dat uw ACW-hart, uw sociale hart, uw onderwijshart ook moet bloeden. En ik denk trouwens dat de harten van heel wat CD&V'ers, van heel wat sociaal-liberalen ook, vandaag moet bloeden. Want ook hen hoorde ik nooit pleiten voor een verhoging van het inschrijvingsgeld zonder substantiële correcties. Laat staan dat ik ze hoorde pleiten voor extra besparingen op studentenvoorzieningen. Voor besparingen op het aanmoedigingsfonds, dat ervoor moet zorgen dat mensen uit kansengroepen ook de weg naar universiteiten vinden. Mevrouw de minister, de studenten laten zich horen en terecht. Ze vragen kwaliteitsvol, toegankelijk hoger onderwijs. En dat is een recht, een kerntaak van de Vlaamse regering. Daarvoor betalen wij al veel, zeer veel belastingen in dit land. En een hoge belastingsdruk en toch nog hoger inschrijvingsgeld moeten vragen aan onze gezinnen, dat is dubbel op. Omdat je, ondanks die hoge belastingen, er niet in slaagt om je kerntaken zoals onderwijs te voorzien. Weet u wat zoiets is, meneer Bourgeois? Hij is er niet. Mevrouw Turtelboom, ze is er niet. Maar alle liberalen moeten dat toch kunnen beamen. Dat is falend beleid. Dat is inefficiëntie. En dus hebben de studenten vandaag onze steun. En ik vind de rectoren en de directies van de hogescholen eigenlijk nog relatief rustig blijven. In de vorige legislatuur
en u was daarbij, want u was ook al minister, zette de Vlaamse regering een belangrijke stap in de hervorming van het hoger onderwijs. We spreken over de inkanteling, de integratie van de academische opleidingen van de hogescholen en het aanbod van de universiteiten. En samen met die hervorming werd ook een financieel meerjarenplan goedgekeurd. Dat plan voorziet in een compensatie van de besparingen die de periode 2010-2011 werden doorgevoerd. Want ook toen al was het mantra eerst de broekriem aantrekken om daarna te investeren. Het zogenaamde snoeien om te bloeien. Maar wat zegt die meerjarenbegroting, mevrouw de minister? Vanaf 2014 komt er tot 2025 telkens geld bij voor het hoger onderwijs. 42 miljoen in 2014 met een groeipad tot 225 miljoen in 2025. Waar zijn die centen? De besparing die uw regering aan het hoger onderwijs oplegt, is pure politieke contractbreuk. Wanneer komt die bloei na de snoei? Ik ben begonnen, mevrouw de minister, met drie vragen. Willen we kwaliteit? Willen we een kenniseconomie met meer hoogopgeleiden? Willen we meer diversiteit en democratisering? Uw antwoord vandaag is drie keer nee. CD&V op onderwijs is meer facturen, minder kwaliteit, minder jobs, minder diversiteit en minder democratisering. En wij, mevrouw de minister, zijn ervan overtuigd dat het anders kan. Mevrouw Schoens. Mevrouw Schoens. Alsjeblieft. Dank u, voorzitter. Mevrouw de minister, ik begrijp u niet. Ik begrijp uw keuzes niet. U zegt dat u niet anders kan, maar dat is niet waar. Dat kan u wel. Zijn er gezinnen met studerende kinderen die de oplopende facturen in het hoger onderwijs gaan kunnen betalen? Uiteraard. Maar wat zegt u tegen de gezinnen die dat niet kunnen? Zal het één jonger zijn? 10? 100 of 1000 die door uw keuzes niet zullen kunnen studeren. Sowieso is elke jongere die het niet kan, één te veel. En ik had eigenlijk verwacht dat u dat ook zou vinden. En daarom begrijp ik uw keuze niet. Iedereen moet een inspanning doen. We kunnen niet anders, zeggen u en uw collega's van de Vlaamse regering tot in hun treuren. Alleen zijn uw keuzes fundamenteel verkeerd. Elke tuinman kan nochtans met zekerheid zeggen, als je een jong stekje snoeit, is het dood. Het contrast is des te pijnlijker als ik zie welke inspanningen u levert. De rekenmachine uit uw bureaulade halen. Ja, maar we scheppen er echt geen plezier in om mensen pijn te doen, luidt het vaak in één adem. En ook die retoriek klinkt met de dag ongeloofwaardiger. Elke dag sla ik de kranten open en zie ik een nieuwe factuur verschijnen om uw eenzijdige besparingsdrift in het onderwijs te financieren. Facturen die telkens weer bij die ouders van die jongeren belanden. Maar daar lijkt u zich niet echt om te bekommeren, als uw rekening maar klopt. Maar net als die facturen houdt het, en dat wellicht tot uw grote ergernis, niet op met ongerustheid uit alle hoeken van de samenleving. Ongerustheid van studenten, van ouders, van universiteiten en hogescholen. Hoort u hen dan niet? Wat zegt u tegen die ouders met opgroeiende kinderen die het nu al moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen? Wat zegt u tegen al die scholieren of studenten die later, als ze echt groot zijn, op een hogeschool of universiteit hun dromen willen najagen? Wel, tegen hen zegt u eigenlijk letterlijk, het is betalen of de deur blijft dicht. Maar waarom toch? Telkens weer haalt u uw rekenmachine erbij en stuurt u uw nieuwe factuur op. U zegt dat de gezinnen amper 10% betalen van de reële kost van hun studerende zoon of dochter. En dat de overheid de rest van de 90% oplegt. U zegt dat precies daarom de verhoging van het inschrijvingsgeld verantwoord is. Maar dat klopt eigenlijk niet. Het is 50-50. En dan heb ik nog zuinig gerekend als West-Vlaming. Want studeren is uiteraard meer dan enkel het inschrijvingsgeld. Het gaat ook om openbaar vervoer, het gaat om boeken, het gaat om een kot. En daar houdt het daar dus niet op. Na het verhoogd inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs moeten hogescholen en universiteiten nu ook besparen op studentenvoorzieningen. Beseft u wel waarop u bespaart?
bespaart op prijzen van koten, op studentenverenigingen, op de prijs voor de dokter wanneer een student ziek is, op een warme maaltijd in studentenrestaurant. Met één pennetrek wordt dat allemaal duurder. Ik ben 26. Een paar jaar geleden studeerde ik zelf nog. En dat lukte alleen maar omdat ik kansen kreeg, want als dochter van een alleenstaande moeder waren die studentenvoorzieningen voor mij broodnodig. Ik kreeg een beurs om te gaan studeren. Ik kreeg een goedkoper kot van de universiteit en ik kon 's middags met mijn vrienden voor een kleine prijs in een studentenrestaurant warm gaan eten. En het is niet alleen jammer. Het is ronduit onbegrijpelijk om te zien welke keuzes u maakt. Zoals besparen op die sociale voorzieningen waardoor ook ik kansen kreeg. Universiteiten en hogescholen doen wat ze kunnen om alle jongeren zonder onderscheid kansen te geven en uit de wind te houden. Maar door uw eenzijdig besparingsbeleid hebben ze geen andere keuze. Ze worden aan hun lot overgelaten. Als er op ons bespaard moet worden, moeten we aan kwaliteit inboeten. Of de deuren dicht doen voor sommige studenten. En als jongeren bij ons niet terecht kunnen, steven ze af op werkloosheid, roepen de hogescholen intussen. Mevrouw de minister, het gaat dus niet verder dan alleen maar een warme maaltijd die me niet betaalbaar is. En wat is keer op keer uw antwoord op de bezorgdheid en onrust? Stop met klagen en zoek naar oplossing. Met andere woorden, trek uw plan, maak uw huiswerk beter en zorg, ja, alweer vooral dat de rekening klopt. U zegt wakker te liggen van de toekomst van onze jeugd, maar in al uw maatregelen blijkt precies het omgekeerde. Zo treft u opnieuw de studenten, die naast de verhoging van het inschrijvingsgeld nu ook een duurdere factuur voor hun kot, hun eten en hun dokter wordt gepresenteerd. Studeren wordt niet alleen duurder op die manier, het wordt ook ontmoedigd. Terwijl het eigenlijk net het omgekeerde zou moeten zijn. Ik ben bereid te geloven dat u ook dit geen goede zaak vindt, maar wat moeten we in godsnaam nog doen om de regering te doen inzien dat besparen op onderwijs gewoonweg nefast is? Wat moeten we in godsnaam nog doen voor deze regering eindelijk inziet dat elke euro die we in onderwijs investeren ons later 4 euro oplevert? Niet ik zeg dat, de UZO zegt dat en dat is toch een gerenommeerde instelling. Elk talent dat we mislopen heeft gevolgen voor de ook economische groei van onze samenleving. En zo kom ik terug waar ik begon. Wanneer is het voor u genoeg? Wanneer wilt u eindigen? Met kwaliteitsvol onderwijs dat alleen toegankelijk is voor diegenen die het geld zonder problemen zou kunnen opgoesten? Een onderwijs dat de ongelijkheid alleen maar meer doet toenemen in plaats van glad te strijken? Mevrouw de minister, vroeger was er een generatiepact. Nu wordt gewoon een hele generatie gepakt. Op federaal niveau hebben ze al beslist om te luisteren naar werkgevers omdat het hen anders te veel zou kosten. Elke jongere die niet kan studeren is er één te veel. Of dat er nu 1 is, of 500, of 1000. En jawel, u kiest daarvoor. Er is wel degelijk een alternatief. U kunt andere keuzes maken. Ik vraag u dan ook om naar de studenten en naar de ouders te luisteren en deze maatregelen terug te schroeven. Meneer Daniels. Meneer de voorzitter, mevrouw de minister, collega's. Als ik sommige collega's hier beluister vooraan, dan moet ik bijna geloven dat wij blij zouden zijn met deze regering om de inschrijvingsgelden eindelijk te kunnen verhogen. Wel, ik kan u verzekeren, blij zijn we daar niet door. En evenmin zijn we blij met de financiële situatie waar onze regio en ons land zich momenteel in bevindt. En ja, we moeten er een rekenmachine bij nemen. Jammer genoeg moeten we er een rekenmachine bij nemen. Maar als N-VA-fractie zijn we wel tevreden dat deze Vlaamse regering een evenwichtige beslissing heeft genomen. Ik ga er zelfs nog wel verder op in. Maar deze regering heeft een beslissing moeten nemen. Moeten nemen met een rekenmachine erbij. Omdat de omstandigheden er zich toe aanzetten. De minister-president heeft in zijn septemberverklaring duidelijk gezegd dat er 3 belangrijke redenen zijn waarom we zulke beslissingen moeten nemen. En tot spijt wie het benijdt, ik ga ze nog eens herhalen. Onze 6e staatshervorming en de bijhorende financieringswet hebben ervoor gezorgd dat een investeringsruimte van 500 miljoen euro die we hadden voor 2015 is omgebogen in een tekort van 1,3 miljard weg te werken in 2015-2016.
En u zult nu misschien wel opmerken van ja, maar ja, hier zijn partijen in de meerderheid die dat meegestemd hebben. Ja, maar ook die partijen in de meerderheid weten dat we de tering naar de nering moeten zetten. Ook die partijen in de meerderheid weten dat we ervoor moeten gaan en dat we moeten ingrijpen. Een tweede zaak is de economische crisis. Helaas, ik kan er ook niet aan doen. Mevrouw Soens, ik ben ook nog vrij jong, maar ik kan er ook niet aan doen. Ik zie dat dit gebeurt. En een laatste zaak is, Europa heeft een aantal regels aangepast waar we ons naar moeten plooien, of we het nu willen of niet. En dus moeten er op alle domeinen inspanningen gebeuren. Helaas, maar wel noodzakelijk. Mag je onderbroken worden? Ja. Meneer Krombe. Dank u, voorzitter. Gewoon een update. Ten eerste, ik heb de indruk dat u inderdaad blij bent met wat er beslist is. Want u zegt hetzelfde als de minister-president in de septemberverklaring. Er zijn drie redenen. Het is niet onbelangrijk dat je de update doet van de toestand ondertussen. Ten eerste, je staat daar met een buffer. Je kunt denken dat die studenten dat allemaal niet begrijpen, maar ondertussen zeer goed begrijpen dat het geen noodzaak is, zoals u hier nog eens probeert uit te leggen. Ik begrijp, en u herhaalt dat als eerlijk, dat je een beslissing rond de studenten ziet als iets dat moet gebeuren alleen maar met de rekenmachine. Herhaalt dat. Maar er is ondertussen een buffer. Die is meegedeeld door de minister van Begroting. Dat kwam na de septemberverklaring. En er is vorige week hier op spreekgestoelte door iemand van de CD&V al gevraagd, en zeer terecht, wat gaat het doen met die buffer? En als wij daar straks zeggen, allebei die fracties, het is een keuze, het is geen noodzaak, is het omdat u kunt beslissen om de besparingen op het hoger onderwijs niet te doen, zonder tekorten te maken of zonder probleem in de begroting. Ten tweede, we hebben gisteren een debat gehad met de SERF in de commissie Financiën, waaruit blijkt dat jullie een beslissing hebben gepakt om de begroting zo te maken dat je in Vlaanderen 240 miljoen meer bespaart dan nodig. 240 miljoen meer bespaard dan nodig. Er is een tijd geweest waar de N-VA een andere houding had in dit parlement en de kosten en de lasten die jullie aan het opleggen zijn aan de Vlamingen niet zou opgelegd hebben. En gezegd in der tijd, geen overschotten, geen tekorten. Maar de SERF heeft zeer duidelijk gezegd, als Vlaanderen blijft nominaal werken, en het staat letterlijk in het verslag, als Vlaanderen blijft nominaal werken en de economie vertraagt, de economie waar u naar verwijst, dan gaat Vlaanderen te veel besparen. 240 miljoen. Dus kom niet meer af, niet naar die studenten, niet naar de rectoren van och Gere, och Harme, wij kunnen niet anders. Je kunt anders, maar je wilt dit doen. Je bent inderdaad een rekenmachine. Meneer Daniels. Eerst meneer Daniels. Eerst meneer Daniels. Meneer Daniels. Ja, u zegt dat ik blij ben. Misschien moet ik het nog eens herhalen. Ik ben helemaal niet blij. En het is voor niemand, maar het is voor... Het is voor niemand... Ja, maar enfin. Allee, mijn excuses, meneer Krombe. Hè? Maar ik wilde wel verwijzen dat uw minister de vorige regeerperiode... En ik kom er zelfs nog op terug. Tot in de treuren hebben wij gevraagd om met de flexibilisering aan het werk te gaan. Tot in de treuren hebben wij gevraagd om met leerkrediet te werken. Niets is daaraan gebeurd. Niets. Meneer Diependalen. Ja, dank u wel, meneer Krombe. Eerst en vooral, blij of niet blij als politici, hebt je een verantwoordelijkheid. En wij nemen die verantwoordelijkheid. En dat heeft u nagelaten de laatste jaren. Wij nemen die verantwoordelijkheid om die begroting in evenwicht te krijgen voor de toekomstige generaties. En dan op die specifieke punten waar u op ingaat van gisteren. Hè. Allee, je hebt gisteren uw les gekregen, maar je hebt ze blijkbaar niet goed begrepen. Want wat u probeert te doen, en trouwens, meneer de voorzitter, dat is het debat over de begroting zelf, en heeft hier weinig mee te maken. Twee punten. Eerst en vooral, u zegt zelf die indexsprong. We moeten nog zien, en dat klopt inderdaad, we moeten nog zien wat dat precies gaat geven voor Vlaanderen. We weten dat nog niet. Maar in tegenstelling tot de gewoonte bij de socialisten, willen we met deze regering niet de gewoonte overnemen om geld uit te geven dat we nog niet hebben. Dus wij willen eerst weten wat we krijgen, en dan kunnen we kijken wat we daarmee gaan doen. Dus daar moet eerst duidelijkheid rond gecreëerd worden. En het tweede punt, dan gaat het over die opmerking als zouden we te veel bespaard hebben, hè, of zouden we te veel gaan besparen. We zijn daar gisteren over bezig geweest en op een moment heeft Rekenhof u daar geen gelijk in gegeven, voor alle duidelijkheid. Het gaat om drie verschillende zaken. Je hebt enerzijds uw begroting. Uw begroting is een boekhouding. Hè?
En daar is het inderdaad zo dat we door de nieuwe regels van Europa, die wij allebei idioot vinden, dat hebben we gisteren ook gezegd, die we allebei idioot vinden, maar daardoor zijn we verplicht van investeringen die volgend jaar, waarvoor we de factuur krijgen, dat we die dan op de begroting moeten innemen. Maar, en daar ontstond gisteren verwarring over, de beschikbaarheidsvergoedingen moeten maar de komende jaren nadien betaald worden. Dus kasmatig, want dat is uw tweede zaak, kasmatig moeten we volgend jaar inderdaad die betalingen nog niet doen. Dat klopt. En ten derde, daar ging het gisteren eigenlijk over, was die schuld. Maar wij hebben nu de afspraak, en dat is een afspraak trouwens die we gemaakt hebben, meneer Crombé, met een regering waar u staatssecretaris was, hè? Die afspraak is gemaakt met Elio Di Rupo, zijn regering, waar u staatssecretaris was, dat wij zouden gaan voor een begroting die nominaal in evenwicht is. Wij zijn daar ook trots op dat wij de enige regio zijn in dit land die zich ook houden aan die afspraken. Niet omdat dat goed is voor de anderen of voor Europa, maar omdat het ook goed is voor ons, voor Vlaanderen. En u moet dringend maar een keer uw les leren, want u heeft het gisteren duidelijk verkeerd begrepen. Meneer Zalska. Ja, collega's en collega Diependalen, ik snap natuurlijk dat u over de discussie van gisteren dat het misschien niet altijd even plezant was om het te horen, maar wat de SERF ook zeer duidelijk heeft gezegd, dat is dat ondertussen er wel een en ander gewijzigd is sinds hun rapport. En we hebben de septemberverklaring gehad, maar op het moment dat de septemberverklaring kwam, was er nog geen regering gevormd aan de andere kant van de straat. En bleef eigenlijk, en ook dat, denk ik, moet u toch toegeven, de budgettaire beslissingen die men daar ging nemen, die waren op het moment van de septemberverklaring hier niet gekend. Wat de SERF ook heeft meegegeven, is dat begroting en financiën uiteraard een dynamisch gegeven zijn. En collega Crombé heeft er al naar verwezen. Ik heb die vraag ook toen gesteld aan de minister van Begroting en Financiën in de commissie. Wat op het moment dat men aan de overkant van de straat beslist om een indexsprong toe te passen? Wat betekent dat aan meevaller in de begroting 2015 op de loonmassa die eigenlijk in de Vlaamse begroting zit? Ze heeft mij toen geantwoord, dat zal in een vork spelen van 170 à 200 miljoen euro. U kan nu niet, en dat is hetgeen wat meneer Daniel zegt, zeggen dat er niks veranderd is aan de financiële situatie. Er is mogelijk een meevaller in de begroting waarbij het toch wel terecht is... meneer Diependalen, een begroting is geen statisch gegeven, dat op het moment dat die meervaller er is, dat er dan een discussie ontstaat wat je doet met de extra budgettaire ruimte. Ik denk dat dat een normale politieke vraag is. Nu, de fracties hebben mij gevraagd in de bespreking die ik heb gehad over het toekomstige beleidsplan, dat ik mij zoveel mogelijk moet houden bij degene die aan de sprekersstoel staat. Dus mijn vraag is, meneer, ik geef meneer Van den Heuvel nog het woord en dan gaan we terug naar meneer... U krijgt nog veel tijd om over de begroting te discussiëren, dus wat dat betreft. Meneer Van den Heuvel en dan terug naar meneer Daniels. Nee. U krijgt... Sorry. Meneer Combe, als u een repliek wilt geven naar meneer Van Diependalen, krijgt u uiteraard het woord. Mag u zich daar niet ongerust door. Eerst meneer Van den Heuvel en dan, heb ik begrepen, meneer Combe. Meneer de voorzitter, ik zou toch ook een tweetal zaken willen zeggen. Een eerste zaak is dus over het debat dat we gisteren hebben gehad, inderdaad, een heel interessant debat bij de SERF. Maar ik stel gewoon vast, vandaag hier en ook gisteren, dat onze vrienden van de linkse oppositie heel snel klaarstaan en heel proactief zijn wanneer het erop aankomt om geld uit te geven dat er dus nog niet is. Dat is dus de conclusie. Dat is de conclusie van de discussie van gisteren namiddag en ook vandaag. Want u weet heel goed, dus daar komt wellicht een meevaller rond tussen de indexsprong. Maar er zijn ook wel heel andere berichten. Donderwolken rond economische groei, donderwolken rond de economische conjunctuur. En we gaan dat in de begrotingscontrole zien in het voorjaar van 2015. Maar nu al een voorafname nemen om te zeggen van kijk, er is mogelijk een meevaller van de indexsprong. En we geven dat heel snel uit zonder rekening te houden wat er langs de minzijde komt. Maar dat is dus blijkbaar de kortzichtigheid waar jullie toch altijd nog willen aan vasthouden. Tweede punt, meneer Crombé, wil ik toch nog wel zeggen, en daarnet ook uw tussenkomst. Ik denk, wat is het fundament van dit debat? Het fundament van dit debat is, stellen we het hoger onderwijs open voor zoveel mogelijk jongeren? Dat is dus de essentie. Nee, dat is de essentie van het debat. We hebben ook nog deze week kunnen lezen... dat dus het aantal hogescholen in Vlaanderen
omhoog moet. En de essentie van het debat is, gaan we ons hoger onderwijs op termijn kwalitatief en toegankelijk houden? En dan is het geen centenkwestie. Want het zou heel gemakkelijk zijn om een centenkwestie, het debat te verringen tot een centenkwestie. Ik dacht, meneer Crombé, dat u het salonsocialisme van centen allang overstegen had. Het gaat over sociale mobiliteit in het Vlaanderen van de toekomst. Het gaat over dus kwalitatief toegankelijk hoger onderwijs. En dan is dat inschrijvingsgeld, en we voelen dat overal in de publieke opinie, een klein element van de discussie. En ik ben overtuigd dat onze minister van Onderwijs de juiste aanpassingen, moderniseringen zal doen van dat hoger onderwijs. Minder regeldruk, minder felicitatiecommissies, minder studieverlengende projecten, waar dus uw socialistische ministers de voorbije 20 jaar een punt van hebben gemaakt om de studieduur op een kunstmatige manier te verlengen. Wat kost voor de gezinnen? Wat kost aan de democratisering van het onderwijs? En wat kost ook aan de Vlaamse overheid om dat terug te schroeven? En daarover ga ik het hebben. Niet over centen alleen, maar over fundamentele modernisering van het hoger onderwijs. En dat gaat deze regering aanpakken. En dat gaat onze fractie volledig ondersteunen. Meneer Combe. Dank u, voorzitter. U hebt een beetje een vreemd parlement voor u, voorzitter. Waar dat de oppositie er blijkbaar beter in slaagt om een beetje welvoeglijk te blijven en beleefd te blijven. En niet om de twee zinnen naar een scheldpartij grijpt. Maar we gaan al de tussenkomsten gaan in de verslagen genoteerd zijn, maar ik vind het niet nodig, beste meerderheid, dat je om de twee zinnen moet beginnen schelden. Ik vind dat echt niet nodig. Ik wil dat gewoon even zeggen, de essentie van het debat. Eén simpele vraag. Stel dat er middelen zijn volgend jaar, en we gaan het daar niet over uitgeven als het er nog niet is. Eén simpele vraag ga ik overhouden. Zowel voor de meerderheid als voor de minister, als de middelen er zijn. Volgend jaar gaan we dan de besparingen op het hoger onderwijs niet doen. Nee. Als ze er zijn, gaan we het dan niet doen. Ik ga uitleggen waarom dat ik die vraag stel. We zijn de laatste 2 weken, er is niet alleen nieuws van de andere kant van de straat, over de begroting, de laatste 2 weken zijn we als België en als Vlaanderen nog meer als een van de meest welvarende regio's ter wereld benoemd. En niet door onverdachte bronnen, want je verwijst naar de linkse oppositie. Meneer de fractieleider van de CD&V, je hebt wel een punt. Je mist wat progressieven in de rechtse meerderheid. Maar door bijvoorbeeld Credit Suisse. We zijn een van de meest welvarende en rijke regio's ter wereld. Als je gelooft dat je hoger onderwijs belangrijk is, als je echt gelooft dat je er moet op inzetten en het is niet nodig om erop te besparen, dan doe je dat niet als welvarende regio. Dat is de essentie van het debat. En we hebben slimme studenten, meneer de fractieleider, die zeer goed begrijpen dat als u zegt dat het verhogen van het inschrijvingsgeld een goede zaak is om de toegang naar het onderwijs te verbreden, dat die dat flauwekul gaan vinden, al onze studenten. Maar ik wil straks een antwoord op de vraag. Als je vaststelt dat de middelen er zijn om die besparingen in het hoger onderwijs niet te doen en dat inschrijvingsgeld van de studenten niet te verhogen, hadden ze dan niet doen. Want dat is op wat meneer Daniels, en met excuses, want het is inderdaad stilaan weer aan u, meneer Daniels probeert te zeggen in zijn inleiding, hij zegt... Ik ben al een minuut bezig. Meneer Daniels zegt, we kunnen niet anders. Ik wil weten van de meerderheid en van de minister, als je wel anders kunt, hadden dan die besparingen godverdikke schrappen. Hè? Want die flauwekul ben ik ook beu van we kunnen. Meneer Somers. Ja, meneer voorzitter, meneer Combré, gewoon twee kleine bedenkingen, een heel beleefde bedenkingen. Eerst en vooral verbaas ik mij erover dat uw partij hier aan de overkant ligt te fulmineren tegen een indexsprong en dat je hem hier al wilt uitgeven voordat hem genomen is. Dat is een eerste merkwaardige vaststelling. En een tweede merkwaardige vaststelling die ik ook graag toch even zou willen maken, meneer Combé, ook een vraag. U zegt terecht, en collega's van de oppositie zeggen terecht, dat er vandaag de dag in onze maatschappij te weinig opwaartse sociale mobiliteit is. Dat er kansengroepen zijn in een divers wordend Vlaanderen die te weinig vertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs. Dat is een bekommernis die ik als liberaal 100% onderschrijf. En dat er iets moet aan gebeuren. Wat is mijn kleine vraag?
Wie was er de voorbije 10 jaar minister van Onderwijs? Welke partij heeft die geleverd? Uw partij. Dus op de eerste plaats uw verantwoordelijkheid. Meneer Combe, mijn vraag is dan. Meneer Daniels gaat er nu op antwoorden. Ik heb, ja... Meneer Mes staat daar gewoon te vereenzamen. Hè? Ja, ik vind het ook al boeiend dat jullie weten wat ik ga zeggen, want dat was de inleiding. Ik zal, nee, in elk geval denk ik dat deze Vlaamse regering vrijdag de knoop heeft doorgehaakt. Een knoop na veel overleg. Het is een maand geleden dat de eerste keer debatten hier werden gevoerd. En vanuit de N-VA begrijpen we, mind the worst in het school Nederlands, begrijpen we, ik zeg niet we zijn blij, hè. Begrijpen we echter dat het weliswaar een moeilijke beslissing is geweest om een bedrag van €890 naar voren te schuiven voor de niet-beursstudenten. Maar we zien wel dat dit ver onder de door ons opgestelde €1000 is gebleven. En het is zelfs nog veel verder gebleven onder de €1250 en onder de €1350. En onder de rest van het opbod dat jullie de studenten hebben wijsgemaakt, een verdubbeling, 1700, op een bepaald moment kon het niet meer volgen in de kranten, naar hoeveel €1000 dat we zouden gaan. Ten tweede, en mijn excuses, het gaat nog even verder over cijfers, maar dadelijk zal het nog wel verder inhoudelijk ook gaan, want dat is minstens even belangrijk. Bovendien zijn de wijzigingen gekoppeld aan sociale correcties. En u kunt daar lacherig over doen, over die sociale correcties. Maar het zijn wel belangrijke sociale correcties. De drie soorten inschrijvingsgelden voor de drie categorieën blijven bestaan, dames en heren. Dat is niet zomaar iets, hè. Dat is overeind gebleven. De laagste studenten, de laagste kapitaalkrachtige studenten, de beursstudenten, blijven op €105. Daar komt wel geteld €1,1 bij. Een indexering, zo u wil. En dan laat ik nog in het midden of we al of niet wel of niet indexeren. De bijna-beursstudenten die stijgen naar €470 van €409. En u zult zeggen, waarom zegt u dat? Wel, omdat ik het niet pik dat de indruk wordt gewekt dat alle studenten vanaf morgen €1350 gaan moeten betalen. Want dat is niet zo. Dat is niet zo. En daarboven, en dat mogen we ook niet vergeten, de inkomensgrenzen voor de bijna-beursstudenten schuiven op, zodat er meer studenten in aanmerking komen. En dat zijn ook studenten van werkende ouders met een klein inkomen. Met andere woorden, dat zijn geen draconische inschrijvingsgelden. En dan, hè? Ik verschiet ervan dat ik nog niet onderbroken ben, want ik ben terug een minuut verder. Maar in elk geval, er zijn landen die geen inschrijvingsgeld vragen. Dat zijn er 7 in Europa, geen inschrijvingsgeld. Gaan we daar naartoe? Oké, dan zullen we dat doen. Maar zijn degenen die daarvoor pleiten dan ook akkoord met numero's clausus? Ben je akkoord met centrale examens? Dat is 6 van de 7 landen, hè? Of gaan we doen zoals Duitsland doet? Geen inschrijvingsgeld, dat kan, maar wel 2 keer per jaar, semestreel, €100 tot €300 bijdragen voor de administratiekosten. Dat is €600. Oké, het is geen inschrijvingsgeld, maar ze moeten er wel liggen. Hè? Meneer Daniels, u heeft gevraagd dat zou gereageerd worden bij deze. Meneer Combe. U vraagt wij draaien. Hè? Want ten eerste, uw redenering van zij blij, heb maar een half pakje slaag, dat is om te lachen. Hè? Het is geen €1700 geworden. Ten tweede, meneer Daniels, en dat is gewoon een vraag. Is er al iemand in dit parlement, en de verslagen bestaan, die gevraagd heeft om het inschrijvingsgeld naar nul te brengen? Ja. Wie heeft dat hier in dit parlement al gevraagd? Ja. Want nee. Nee, ik heb in mijn respons op de minister-president... Ik heb in mijn respons op de minister-president het voorbeeld gegeven van landen die ook budgettaire keuzes moeten maken. En waar dat ertussen zit, herinnert u, de fijne voorbeelden van bijvoorbeeld Schotland zaten ertussen. Je werd daar toen blij mee, je kon daar toen mee lachen. Maar dat ze ook budgettaire keuzes moeten maken en toch beslissen om te zorgen dat dat inschrijvingsgeld vermindert tot zelfs gratis wordt als voorbeeld. Er heeft hier niemand, en ik daag u uit als je zegt dat ik het gedaan heb, gevraagd om het inschrijvingsgeld naar nul te brengen. Dus stop met die retoriek vanuit de meerderheid altijd om te zeggen als het nul wordt, zijn er numerus clausus. Niemand heeft gevraagd om het naar nul te brengen. En je moogt, als het niet waar is, brengt de verslagen maar boven. Meneer Daniels, heeft u daar een antwoord op? Ik wil gerust antwoorden. Vorige keer zijn hier de debat in Duitsland aangehaald, dat dat hetgene was en dat die de... Maar ja, Duitsland is €0, hè. Ik heb het opgezocht. Ik kan niet anders doen dan het opzoeken. Hè. Mevrouw Meuleman. Ja, meneer Daniels. Ik heb het daarnet in mijn tussenkomst ook aangehaald, maar u was misschien nog niet zo goed aan het luisteren, want er was nog wat rumoer. Maar wat er bij ons gebeurt in Vlaanderen, hè, is dat de mensen 2 keer langs de kassa moeten passeren. Niet langs starten in Vlaanderen, langs de kassa. 1 keer omdat ze veel belastingen moeten betalen en nog 1 keer omdat ze dan een extra factuur doorgeschoven kregen. Hè. Dus je betaalt meer in Vlaanderen en je krijgt minder. De landen waar u ons mee vergelijkt, die hebben meer hoog opgeleid. Dat zei de studie van
Dirk van Damme gisteren. Er zijn er meer mensen die universitair of hoger onderwijs volgen. Ze hebben meer kwaliteit, de aula's zitten minder vol, er is meer begeleidend personeel per student. Meer kwaliteit, minder moeten betalen. Daar gaat het over. En Vlaanderen zijn we compleet de andere richting aan het uitgaan. En die sociale correcties, meneer Daniels, die zijn wel om te lachen. Dat gaat om 1%, dat gaat om 2000 extra studenten die inderdaad geen verhoging van het inschrijvingsgeld moeten betalen. Maar wat heb ik daarnet gezegd? Ons beurssysteem is totaal ontoereikend. Onze studietoelagen dekken de studiekosten niet. Dus al die andere mensen die te weinig krijgen en die daardoor wel door een financiële kwestie geremd worden en niet kunnen deelnemen aan het hoger onderwijs, meneer Van den Heuvel, want het is een 6-centen kwestie. Voor veel mensen is het een centen kwestie. Ze kunnen het niet betalen om naar het hoger onderwijs te gaan. Ze kunnen niet participeren. Daar wordt niks aan gedaan aan dat beurssysteem. Dat wordt niet geëvalueerd, dat wordt niet bekeken, mevrouw Krevits. En dat vind ik ongelooflijk. Die sociale correcties, dat is niks. Ja, ik denk dat er één belangrijk issue is, en dat is dat we mensen en de maatschappij moeten voorkomen dat we uitgaven doen, ook voor die gezinnen, die eigenlijk weinig tot niet zinvol zijn. En ik kom er zelfs nog uitgebreid op terug, maar oriëntatieproeven, dat is cruciaal. We zijn momenteel jongeren en hun ouders in de richting van hoger onderwijs aan het sturen, waarvan dat we weten dat ze het niet gaan halen. En dat is een grote maatschappelijke kost. Ook als we daar studietoelagen aan geven. En dat is ook een grote maatschappelijke kost voor die gezinnen, want die moeten dat betalen. Maar dat is wel een cruciale. En daar wil ik zelfs op verder gaan. En een tweede issue... Mevrouw Brussel. Ik moet zeggen, meneer Crombé, u verbaast mij wel een beetje. Nu, ik ben altijd amateur geweest van tekst-exegese, dus ik zal nog eens gaan kijken naar de verslagen. Maar u bent voor tv-camera's, op de radio en in kranten gaan toeteren dat het elders gratis is. Maar eigenlijk vindt u dat toch niet zo goed, want dat zou u voor Vlaanderen niet willen. Maar u heeft het toch maar mooi overal gezegd. Wat is het nu, meneer Crombé? Wat is het nu? Gaat u overal knappe retorische nummertjes opvoeren en dan hier met een uitgestreken gezicht komen vertellen? Ja, maar wij vragen niet dat het gratis zou zijn, hè? En wat vraagt u dan wel? Zeg dan een keer. Wat mag het dan wel kosten voor u? Dat is wel de bedoeling. Voorzitter, ik krijg veel vragen vandaag. Hè. Dus, maar ten eerste, ik heb in hetzelfde verlengde van beleefdheid, merci voor het compliment dat knappe retorische nummertjes doen. Meestal wordt het omgekeerd over mij gezegd, dus ik ben echt blij met dat compliment. En ten tweede... Nee, er is zelfs erbuiten. Ten tweede, op de essentie van uw vraag. En eigenlijk heeft meneer Daniels het daarnet heel goed aangegeven. Hij zei, ja, wij willen, en dat is de essentie, dat gezinnen beseffen dat ze verkeerde keuzes maken als ze... Jongeren die er niet klaar voor zijn met oriënteringsproeven, dat ze geen zotte kosten maken door mensen ergens verkeerd naartoe te sturen. He? Ik weet nog dat u toen ook tussenkwam. U gaf het voorbeeld van Zweden en het is een numerus clausus. Het punt is dat we gezegd hebben van kijk, het is het een of het ander. Als jullie blijven zeggen dat naar mobiliteit en toegang van het onderwijs dat echt belangrijk is, dan kun je aan niemand uitleggen dat je de prijs verhoogt. Wij hebben de voorbeelden gegeven van de landen en inderdaad, we hebben dat overal gegeven en we gaan dat blijven doen, waar dat ze een andere keuze maken. En dan zeggen jullie, ja, maar ze brengen het naar nul, maar ze hebben vormen van selectie. Wat dat jullie hier aan het doen zijn, dat is de twee. Je maakt het duurder voor 3/4 van de studenten, relativeert dat niet. Je maakt het duurder voor 3/4 van de studenten en je komt net zelf te zeggen dat je gaat oriënteren om te zorgen dat gezinnen geen zotte kosten maken. Dat is de twee. Ja, mevrouw Brussel, ik ga het overal blijven herhalen dat wat jullie doen 1 onnodig is en 2 onrechtvaardig is. Zoveel of dat je het wil doen. Meneer Daniels. Ja, meneer Crombé, ik ga er toch even op reageren. Er is een groot verschil tussen een niet-bindende oriëntatieproef en selectie-examens en toelatingsexamens. Dat is een wezenlijk verschil. Ja. Dus hier is... Allez. En als ik me niet vergis, noemde een ooit een persoonlijk document van de minister van u de oriëntatienota. En hier gaat het over oriënteren. Dat is iets anders dan zeggen, je moogt niet. Het gaat over oriënteren. Dus ik kan mevrouw Brussel alleen maar bijtreden. Wat is het nu? Want ik ben ook niet meer mee wat u wilt. Ik zal proberen mijn betoog verder uit te leggen om te komen tot oriëntatie. Dank u wel, voorzitter. Iets wat ook niet onbelangrijk is om mee te geven, is dat 60% van onze 18-jarigen stroomt door aan het hoger onderwijs. 60%. 40% niet. Ja, in die filosofie
is het toch logisch om eens na te denken dat degenen die ervan gebruik maken ook een bijdrage doen. Want wat u nu zegt is, als ze dat niet moeten doen, dan wil dat zeggen dat al diegenen die TSO en BSO doen, die betalen ook allemaal mee, want die gebruiken daar niet dat hoger onderwijs. Dus laat ons daar toch ook eens naar kijken naar wat de eigen bijdrage is, omdat, en dit vind ik niet zelf uit, het is al meermaals gebleken dat het rendement van hoger onderwijs, de individuele student, dat dat hoger is dan voor de gehele maatschappij. Volgens de OESO verdient een hoger opgeleide in België gemiddeld 28% meer dan iemand met een middelbaar diploma. Is het dan ook niet logisch dat we een kleine extra bijdrage vragen van diegenen die er effectief van gaan profiteren? Is dat te veel gevraagd? Bovendien, het verhoogd inschrijvingsgeld, dat is slechts een fractie van de totale studiekost. Helaas, maar het is ook zo. En we mogen niet vergeten, de maatschappij investeert per student hoger onderwijs tussen de 9 en de 14.000 euro. Tussen de 9 en de 14.000 euro per student die er zit. Laat ons dan inderdaad er naartoe gaan dat we maximaal zorgen dat ze er geraken en dat we ze juist oriënteren. Wat de uitval betreft en internationaal onderzoek, en ik verwijs hier naar Ton van Weel, toont aan dat het investeren en het laten stijgen van de inschrijvingsgelden eigenlijk niet leidt tot minder instroom. Helaas, ik kan er ook niet aan doen, maar ik heb het ook maar gevonden in het tijdschrift voor onderwijsrecht en vernieuwing en beleid, excuseer. Waar gaat het dan wel over, dames en heren? Want het woord is hier al gevallen, democratisering. Democratisering, enkel en alleen, met inschrijvingsgeld gaan we niet bereiken. Nu niet, nooit niet. Democratisering begint in het kleuteronderwijs. En deze regering heeft in haar regeerakkoord duidelijk de volledige lijn meegenomen. We beginnen met een maximale kleuterparticipatie. We willen gaan naar studieloopbanen, ook in het secundair onderwijs, waar we minder uitval hebben. We willen tijdens het secundair onderwijs een oriënteringstraject inschrijven. Daar gaat het over. De beste besparing, dames en heren, is ervoor zorgen dat studenten goed georiënteerd zijn en geen jaar of jaren verliezen. De beste besparing, zo u wil, of het vermijden van uitgaven voor die studenten, voor zijn ouders, is op een zo kort mogelijke termijn een diploma behalen. Daarover gaat het. Mevrouw Segers. Ja, meneer Daniels. Die democratisering, ik denk dat wij met z'n allen dat willen bereiken, want we zijn daar inderdaad nog niet. Maar die democratisering, die bereik je niet alleen. Ten eerste bereik je ze al niet met de inschrijving van het met de verhoging van het inschrijvingsgeld. Gisteren sprak ik met mijn moeder die net 20 euro te veel verdient per maand. Geen recht heeft, beurs bijna beurs. Ze kan haar dochter, alleenstaande moeder, niet sturen. Maar vooral gaat het ook niet alleen over oriëntering. Het gaat ook over begeleiding. En in mijn universiteit, Brussel, waar wij het hoogste aantal percentage allochtone studenten met taalachterstand en zo verder hebben, ondervind ik het elke dag. Dat je die studenten die net dat extra meer hebben, die voldoende enthousiast zijn, die voldoende competent zijn, maar net dat extra barrière hebben, dat je moet er alles kunnen aan doen om die barrière weg te werken. Wat jullie doen, is het schrappen van het aanmoedigingsfonds. 5,6 miljoen. Dat is ook opnieuw een heel duidelijke keuze die jullie maken. Niet ten voordele van een democratisering, maar au contraire. Aanmoedigingsfonds is er om werkstudenten, studenten met een handicap, studenten met taalachterstand, uit kwetsbare gezinnen, dat extra meer te ondersteunen. Wij hebben vanuit de universiteiten die extra ondersteuning echt nodig, zeker in een stad als Brussel, waar we voor zo'n enorme uitdagingen staan. Dus alleen al het schrappen van de aanmoedigingsfonds is een duidelijk symbool die opnieuw bewijst dat jullie keuzes maken die dwars ingaan tegen elke retoriek over democratisering. Met Daniels. Ja, u zegt het denk ik zeer juist. Hè? De studenten komen toe bij jullie met een taalachterstand. Ja, dat zou eigenlijk niet mogen. Dat zou eigenlijk niet mogen. Het is daarom net dat deze regering ervoor kiest om in de volledige loopbaan van de studenten daaraan te werken. Dat is één. Twee, wat betreft het aanmoedigingsfonds, ja, kan ik alleen maar vaststellen dat alle instellingen hoger onderwijs, ik herhaal, alle instellingen hoger onderwijs, eigenlijk gevraagd hebben, doe dat niet, want de papieren romslomp die daar aanhangt om elke euro te krijgen is zo groot, dan kunnen we liever ons focussen op die student om die maximaal te begeleiden, in plaats van die 6 miljoen euro en alle papieren romslomp die we erbij krijgen. En nog een laatste iets, u haalt inderdaad Brussel aan. U weet uiteraard in het financieringsmodel dat de instellingen in Brussel en vooral ook uw instelling een verhoogde sokkel heeft en de verevening in het verleden heeft volledig mee mogen nemen om die middelen te houden. Dus als u dat zegt, moet u ook wel het volledige plaatje zeggen tegen iedereen hier aanwezig. Meneer De Koo. Voorzitter, ik ben in mijn jonge jaren een jaar of 4 onderwijsminister geweest.
En ik heb de invalshoek van de spreker bijzonder geapprecieerd. Het kleuteronderwijs is zo belangrijk dat ik een dag als boutade had. Stuurt universiteitsprofessor naar het kleuteronderwijs en doet het omgekeerde. Maar ik ben overtuigd dat men zich de vraag mag stellen of dat veel achterstand vandaag de dag in onze maatschappij, ik betreur dat, of deze niet te wijten is aan het feit dat sommige onze medeburgers de kans niet krijgen kleuteronderwijs te lopen. Meneer Daniels. Ja. Ja, wat kan ik daarop zeggen? Uiteraard. En ik denk dat is correct. En vandaar ook dat in het regeerakkoord staat dat we nog meer gaan inzetten op kleuterparticipatie vanaf 3 jaar. Vandaar ook, en het wordt direct door mevrouw Segers aangehaald, de taalachterstand, ik ben blij dat u het aanhaalt, is inderdaad een gegeven dat we moeten zorgen dat we zowel in het kleuter- als in het secundair onderwijs maximaal inzetten om die taalachterstand Nederlands weg te werken. Dus inderdaad, ik kan u alleen maar bijtreden. Toch nog een aantal zaken, meneer de voorzitter, wat betreft het uitwerken van die flankerende maatregelen. Ik wil u toch een aantal cijfers meegeven waarover dat we spreken. Op dit moment stellen we vast dat we een verlaagd studierendement hebben. Jammer maar helaas. Hè. Uit de slaagcijfers van de 5 Vlaamse universiteiten blijkt dat maar liefst 6 op de 10 studenten niet slaagt in het eerste jaar. 6 op de 10 slaagt niet. 30% van de studenten behaalt een bachelor in 3 jaar. 30% van de studenten doet na 7 jaar. Hè, na 7 jaar hebben die nog altijd geen bachelor bereikt, wat je normaal gezien in 3 jaar moet bereiken. 1 op de 10 eerstejaarsstudenten slaagt voor geen enkel opleidingsonderdeel. 1 op de 10 slaagt nergens op. Eerstejaars die voor minder dan 1/5 van de vakken slagen, halen zelden een diploma. En het aandeel studenten dat bij aanvang niet alle studiepunten opneemt, stijgt. Dat maakt dat de studieduur verlengt en kan u zeggen, uw eerste jaar starten met 50 studiepunten, wil zeggen automatisch 1 jaar bij, wil automatisch ook zeggen 1 jaar meer inschrijvingsgeld, ja, maar ook 1 jaar meer kot, 1 jaar meer treinabonnement, dat maakt het duur. En daar moeten we voor zorgen dat dat niet gebeurt. Het is er net al aangehaald, universiteiten en hogescholen kunnen de toevoegen aan studenten nauwelijks aan. Tekort aan aulas, tekort aan studentenkamers, tekort aan stageplaatsen, klopt dat? Ja. Maar ook geven zij aan dat op het einde van de rit, de uitstroom, dat er ondertussen veel uitvallen. Veel uitvallen omdat ze blijkbaar niet de juiste studiekeuze hebben gemaakt, niet de juiste oriëntering hebben gedaan. Moeten we dan aulas bijzetten die nadien leeg gaan staan? Of moeten we de studenten juist oriënteren? Ik stel voor dat we de studenten vooral juist oriënteren. Mevrouw Meuleman. Ja, meneer Daniels, daar kan natuurlijk niemand tegen zijn. Daar hebben wij ook al ontzettend veel voor gepleit in deze plenaire vergadering in de commissie. Betere oriëntering, hè? Prioritair. Maar hoe doe je dat? Met betere begeleiding. Wie doet die begeleiding? Een stukje wordt dat gedaan door de sociale dienst, door de studentenvoorzieningen, hè? Doordat je veel personeel hebt voor het aantal studenten. Hè? Allemaal dingen waar wij op besparen. Wij denken betere begeleiding en betere oriëntering te kunnen realiseren met minder personeel, met minder omkadering en met minder middelen voor de sociale dienst. Zo gaat u dat doen. Wij denken misschien betere oriëntering, of u denkt dat, hè? Ik niet, hè? Betere oriëntering te realiseren door hoger inschrijvingsgeld te vragen. Ik zie die link niet. Ik zie niet hoe dat zal werken, meneer Daniels. Hè? Dus alle maatregelen die u neemt. Ja, er moet iets gedaan worden aan de doorgedreven, doorgeslagen flexibilisering. Ja, er kan iets gedaan worden aan een betere oriëntering. Ja, we moeten iets doen aan een oriëntering in het middelbaar onderwijs en er moet een hervorming komen. Dat heb ik daarnet ook gezegd. Maar dat doet u niet door de inschrijvingsgelden te verhogen. Dat doet u niet door drastisch te besparen en minder onderwijzend personeel te realiseren. Zo gaat dat niet. En dat zijn de keuzes die u maakt en ze zijn dus duidelijk verkeerd. Ik kom mee. Ja, ook eigenlijk een vraag voor verduidelijking in dezelfde richting. De redenering die u maakt, dat is op dit moment zijn de universiteiten eigenlijk zwaar bevraagd. Hè? Naar lokale en studentenaantallen en omkadering. Er zijn veel studenten, het zit overvol, dat is wat u zei. Hè? Dat we, vervolgens zegt u, we moeten gaan oriënteren. Als u zegt, de universiteiten zijn zeer zwaar bevraagd, de groepen zijn groter geworden enzovoort, kan dat bevestigen, dat is zo. Maar dan is het heel raar dat er bespaard wordt. Dan is het heel raar dat er bespaard wordt, tenzij dat u eigenlijk de boodschap wil geven, en dat is mijn vraag, dat jullie eigenlijk willen dat er minder studenten naar de hogescholen en universiteiten gaan in Vlaanderen dan vandaag. Dus mijn vraag is daar zeer simpel. Hè. U zegt, het zit overvol, ze worden zwaar bevraagd,
En toch gaan jullie besparen. Dus je doet het omgekeerde van uw analyse. En mijn vraag is, betekent dat dat jullie met oriënteren bedoelen dat het de bedoeling is dat er minder studenten naar het hoger onderwijs en de universiteiten gaan? Het is maar een vraag, het is om de logica te begrijpen. Meneer Daniels. Ik denk dat we eerst al twee zaken op de twee opmerkingen. Eén, er wordt bespaard op de niet loongebonden werkingsmiddelen. Niet loongebonden. Met andere woorden, die mensen die de begeleiding doen, die blijven, want dat is loongebonden. Dus we besparen op het 2% op het niet loongebonden deel. Dat is eigenlijk één. Twee, uw vraag in verband met oriëntering. De vraag met oriëntering gaat niet over minder. De vraag van oriëntering gaat over de student op de juiste plaats. Dat is iets anders. En één, twee, wat betreft oriëntering, dat is een volledig luik in het volledige traject van kleuter naar hoger onderwijs. De realiteit van het budget is in 2015. Als ik het anders had gewild, had ik het ook graag omgekeerd gedaan. Maar de realiteit noopt ons tot wat ze nu is. En die is wat ze is, kan er ook niet aan doen. Ze is wat ze is. En dat komt omdat we in het verleden, als ik de rekenmachine nog eens mag gebruiken, misschien te veel. Als we geld over hebben, dan geven we het nu al uit. En dan achteraf hebben we vastgesteld dat we geen geld over hadden. En die put is gaandeweg gegroeid en gegroeid en gegroeid. Daar zit een gigantisch probleem. Wat betreft de flexibilisering... Mevrouw de Bossen. Ja, als u dat allemaal zo belangrijk vindt, die oriëntering en die democratisering en zo van studenten, waarom schrapt u dan het aanmoedigingsfonds? Waarom schrapt u dan die middelen die exclusief en enkel voorzien zijn voor die studenten, voor wie het niet evident is en niet gemakkelijk is om op de universiteit, om op die hogeschool een plaats te krijgen, om te slagen in hun studies? Waarom laat u die mensen vallen, meneer Daniels? Mevrouw Van den Bossen, omdat ik daar net op heb geantwoord op die vraag van het aanmoedigingsfonds, maar ik vrees dat u net iets te laat binnen was, maar ik wil het terug nog eens herhalen. De hogescholen en de universiteiten... Staan in het verslag. Ja. Wat wil zeggen, de flexibilisering die we moeten... Ja? Ja, nee, met alle respect, maar dat is hier juist... Allee, dat aanmoedigingsfonds is hier heel duidelijk uitgelegd. Ik vind niet dat het een tweede keer moet uitgelegd worden. Hè? Ja, maar die andere vraag, daar moet je wel op antwoorden, maar niet het ontmoedigingsfonds. Meneer Daniels. Met andere woorden, deze regering bourgeois zal absoluut inzetten om de ongewenste effecten van de flexibilisering aan te pakken. Waardoor de doorgeslagen flexibilisering en de studieduur, en ik heb het er net al gezegd, ik wil het nog eens herhalen, dat we daar maximaal op inzetten. Een evaluatie van het financieringsmodel dringt zich dan ook op. Want op dit moment is er een drang in de strijd om zoveel mogelijk mensen om te keren in een drang om toekomstige studenten zo goed mogelijk te oriënteren. En daar zullen we ook in het financieringsmodel iets aan moeten doen. Wat betreft het leerkrediet, dat is hier ook al ten treuren aangehaald, maar ik denk ook dat we het leerkrediet op dat vlak moeten meenemen met die oriëntering. En laat ons ook niet vergeten, een klasseraad op het einde van het secundair onderwijs geeft ook al een advies. Dat advies moeten we in gans ons oriënteringstraject ook meenemen. Daarnaast zullen we ook werk moeten maken van rationalisering van ons opleidingsaanbod. Op de dag van vandaag moet een student die naar het hoger onderwijs gaat kiezen tussen bijna 550 bacheloropleidingen. 550 bacheloropleidingen over 23 instellingen. Ja, begin maar. Hè. Afsluitend, en dat komt ook het personeel te goede om extra begeleiding te kunnen doen, de administratieve druk die moeten we daar verlagen. We moeten tijd vrijmaken dat de mensen in ons hoger onderwijs zich terug kunnen bezighouden met een kerntaak. Onderwijs, onderzoek en begeleiden van studenten. En ik wil hier ook heel graag nog een vraag op hebben. Het is een vraag. Ik wil graag met de mensen in debat gaan. Maar al onze instellingen hoger onderwijs die maken deel uit van een associatie. Hier zijn zelfs een aantal mensen aanwezig die een niet onbelangrijke taak in zulke associatie hebben. Een associatie van universiteiten en hogescholen waar ooit gemaakt is om maximale energiewinsten, efficiëntie en solidariteit. Ik stel vast, in de verhalen die ik krijg, dat die solidariteit op dit moment toch enigszins onder druk komt te staan. Er zijn vragen van hogescholen en universiteiten, en ik denk dat ze nog wel wat overleg hebben, hoe gaan we daar niet mee omgaan. Maar in elk geval, ik denk dat het een debat waard is binnen de associaties. Ik sluit af. Collega's, de komende legislatuur zullen we nog vaak op thema's die vandaag aan de orde zijn geweest debatteren. Oriëntering, terugdringen van de doorgeslagen flexibilisering, rationalisering van het aanbod, verlichten van de administratieve druk, al of niet in de vorm van een actualiteitsdebat. Maar in elk geval, we zullen als N-VA-fractie dit alles nauwgezet opvolgen onder het motto de juiste student op de juiste plaats om maximaal diploma's te verwerven. Mevrouw Gené. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer Daniels, u heeft het over associaties. Het is absoluut juist dat we daar kunnen rationaliseren.
Dus laten we dat debat voeren. Maar ik had begrepen dat niet alle instellingen vragende partij waren voor de afschaffing van het aanmoedigingsfonds. Onder andere twee instellingen in de associatie die ik persoonlijk nogal een beetje ken, die van Brussel. En waarom zijn die geen voorstander? Wel, heel simpel. Omdat in Brussel en ook in Antwerpen en in derde instantie in Limburg meer studenten de toegang hebben gevonden naar het hoger onderwijs die uit sociaal-economisch zwakkere milieus komen. Die een taalachterstand hebben, maar die wel georiënteerd worden, omkaderd en begeleid in die instellingen die een verantwoordelijkheid nemen. En wat hier gedaan wordt met het afschaffen van het aanmoedigingsfonds, dat is een omgekeerde herverdeling. Men kort op die middelen en dan gaat ze mensen investeren in de algemene financieringsmiddelen. En daar hebben grote instellingen die minder inspanningen leveren baat bij. Als u dat rechtvaardig vindt, wij niet. En dan twee. Ten tweede, het debat hier, meneer Daniels, ging over de verhoging van het inschrijvingsgeld. Nee. Het heeft een andere titel. Dat is de communicatie die de minister deze week gegeven heeft. Nee, dat was anders. De inzet. De verhoging van het inschrijvingsgeld. De agenda staat iets anders. Het is een actueel. Meneer de voorzitter, iedereen als ik. Iedereen mag dat vrije meneer... wijze interpreteren. Mevrouw Genee. Ja, meneer mevrouw de voorzitter, als ik even mag. Een actualiteits, dank u wel, meneer de voorzitter. Een actualiteitsdebat vindt zijn grond in de actualiteit. De besparingen in het hoger onderwijs die zijn helaas veel breder en snijden nog veel dieper dan de compensaties die we via het inschrijvingsgeld zullen voorzien. Maar de actualiteit was de communicatie van minister Krevits maandag. En ik zou zeggen, dank u, mevrouw de minister, eindelijk dat u duidelijkheid schept naar de instellingen. Hoe groot zal de verhoging van het inschrijvingsgeld zijn? En die is heel hoog. Plus 40% voor meer dan 75% van de studenten. U doet een heel kleine compensatie voor 0,7% van de studenten die bijna beurs zijn. Daarnaast verandert u niks aan de ontoereikende beurssystemen. En dat is sociaal onrechtvaardig. Twee, u gaat zeggen, of u heeft gezegd, en daar ben ik het eens, het zal niet alleen maar met inschrijvingsgelden zijn dat er een betere oriëntatie en doorstroming komt. En daar steun ik u voor 100%. Maar ik weet ook zeker dat het met de verhoging van de inschrijvingsgelden alleen niet zal verbeteren. En dat is tot nu toe de enige keuze en de enige beleidsduidelijkheid die u maakt. En dat is fundamenteel onrechtvaardig. Dat weten studenten, dat weten docenten, dat weten instellingen, dat weten zelfs associatievoorzitters. En kom ons niet zeggen dat je het spijtig vindt. Je hebt de keus en uw keuze is duidelijk. Facturen doorschuiven naar de gebruikers. In dit geval studenten en hun ouders. Ja, toch een aantal zaken, mevrouw Genier. Eén wat betreft het aanmoedigingsfonds, de instellingen, en ik kan alleen maar vaststellen dat er ook representatieve organisaties zijn die spreken namens de instellingen, dat die zeggen van ja, de aanmoedigingsfonds, als we kijken naar alle administratieve lasten die daarmee samenhangen, laat ons dan alsjeblieft die middelen gewoon gebruiken en die mensen inzetten op waarvoor ze willen inzetten. Eén. Twee. Ik ga het nog eens zeggen, want blijkbaar is het niet doorgedrongen. In de werkingsmiddelen is de besparing 2% op de niet-loongebonden. Ja? Niet-loongebonden. Dat wil dus zeggen dat die lonen kunnen blijven uitbetaald worden voor die begeleiding. Drie, de instellingen in Brussel genieten op een aantal vlakken ook voorkeurtarieven in de financieringssystemen. Net omwille van wat u aanhaalt van de specifieke situatie en de specifieke instroom. En vier, en daar wil ik mee afsluiten, het is een wezenlijk verschil tussen de inschrijvingsgelden enerzijds en anderzijds de oriëntering van studenten. Het ene hangt samen in de budgettaire context en het andere hangt samen dat we maximaal de juiste studenten zo snel mogelijk op de juiste plaats willen, in de juiste richting, in de kortst mogelijke termijn een diploma behalen. Mevrouw Soens nog. Dank u, voorzitter. Ik heb aandachtig geluisterd, maar u moet mij nu toch nog eens uitleggen hoe u aan die 10-90 verhouding komt tussen publieke en private financiering. Of rekent u alleen het inschrijvingsgeld mee en tellen de andere kosten niet bij een jaar studeren? De middelen zijn 10% private investeringen in hoger onderwijs en OESO gemiddeld is 31%. Ja, dat zijn cijfers van de OESO. Ik kan die ook niet...
Maar die wordt die zegt 1090, ik zeg 1031. Wat de OESO meerekent, ik heb dat rapport hier niet bij me, dan moet ik nakijken. Nee, kom voorzitter, kijk, het is een debat. Hè? Het is een debat. Er wordt publiek gezegd, het is logisch dat we de inschrijvingsgelden verhogen, want bij ons wordt er niet te veel betaald, 10%. En de OESO, in de wereld wordt er meer betaald door de gezinnen. Dus laat ons dat ook doen. Raar argument, maar goed, het is jullie argument. Dat heb ik niet gezegd. Maar de vraag die mevrouw Soens stelt, dat is, waar rekenen jullie mee? Wat de OESO meerekent? Maar wacht, nee, wat de OESO meerekent, ofwel weet het, ofwel weet het niet. En de echte vraag, dat is, hè, gewekt de schijn dat de gezinnen maar 10% van de kost betalen. Als de overheid 9000, investeert in een student per jaar, zijt je dan aan het zeggen dat een gezin maar 900 euro moet betalen om iemand te laten studeren? De waarheid is dat een gezin duizenden euro's nu al betaalt om een kind te laten studeren. Dus stop met die 10%. Een gezin steekt er evenveel geld in per jaar als de overheid. Ja, ik kan alleen maar herhalen wat de OESO-studie ons oplevert. Net zoals de studie die kijkt naar welke inschrijvingsgelden er zijn. OESO stelt dat de private inbreng van inschrijvingsgelden... Ja, maar dat zeg ik toch? Goed, meneer Diependalen. En dan meneer Van Dijk. Het zijn twee gescheiden zaken, hè. Eerst en vooral. Maar ten tweede, we hebben inderdaad dat rapport nagekeken. En dat is de OESO gebruikt daar een internationale of een gelijke basis om internationaal te kunnen vergelijken. Maar als je dat graag weet wat er precies allemaal in zit, ik geef toe... Het is een dik rapport, we kennen het niet helemaal van buiten. Als u het graag een keer leest, geven we het u door. We zullen het u bezorgen. Meneer Van Dijk. Kijk het dan zelf na. Kijk het dan zelf na. Meneer de voorzitter. En op zo'n details kan vitten, alstublieft. Meneer de voorzitter, daarin boven. Ja, luister, de rest van de zaal bestaat er niks van. Meneer Van Dijk heeft het woord. De cijfers die meneer Daniels aangehaald heeft... gaat over het pakket van middelen dat binnenkomt binnen een universiteit of hogeschool. Enerzijds gerelateerd aan gelden van de overheid, anderzijds door private inbreng. In casu inzonder de inschrijvingsgelden. En daar heb je inderdaad een verhouding 90-10. Maar wat ook zo is, dat de kost voor een ouder, van een studerende jongere natuurlijk, meer is. En daar moet je dan nog het onderscheid gaan maken tussen opleidingen, tussen zijn het jongeren die pendelen... naar de hogeschool of de universiteit, of dat ze op kot zijn. En daar varieert de kost dan inderdaad tussen de 3.000 tot 7.000 euro. Roger, nee. Ik ben blij, meneer de voorzitter, dat er toch één NVA'er intellectueel eerlijk is. Wat Chris Van Dijk zegt, dat is correct. En het is ook... misschien wel, maar intellectueel. het is ook zo, meneer de voorzitter, dat die kost inderdaad varieert. Maar wat ik een gevaarlijke evolutie vind, is dat men alles benchmarkt in termen van kostprijs. Een student laten studeren en een diploma laten behalen, dat is gewoon een meerwaarde voor de samenleving, voor de gemeenschap en voor hemzelf. En wat u per se wil doen in uw benchmarking, is ons ook vergelijken met Angelsaksische modellen, waar bijvoorbeeld de UK in zit. In de UK, meneer de voorzitter, daar vraagt men tussen de 12.000 en de 15.000 euro inschrijvingsgeld. En het is niet moeilijk dat zo'n waanzinnige toestanden het gemiddelde gigantisch naar boven halen. En mijn optie is, laten we niet ons vergelijken met anderen, laten we zelf keuzes maken. En de keuzes die deze regering maakt, die zijn heel duidelijk. We besparen op opleiding, we besparen op onderwijs, we besparen op vorming. De enige grondstof die we hebben en die een motor is voor economische en maatschappelijke vooruitgang. En dat is fundamenteel onrechtvaardig. Meneer Van Dijk, ik wil voor eenmaal toch nog een beroep doen op mijn intellectuele eerlijkheid. Ik denk, collega Gené, dat wat... En als u de inleiding van collega Daniels gehoord hebt, zult u dat heel duidelijk onderkend moeten hebben. Dat is dat de maatregelen die moeten genomen worden, dat we daartoe genoodzaakt zijn. En wij zijn ervan overtuigd dat er hier nog steeds een billijk evenwicht is tussen wat de gemeenschap investeert en wat de persoonlijke gebruiker van het hoger onderwijs zelf investeert. Dus en dat evenwicht is er voor ons wel degelijk aanwezig. Mevrouw Van den Bossen is het daar niet mee eens. Mevrouw Van den Bossen. Ik ben het er niet mee eens dat u daartoe genoodzaakt bent. U moet eens ophouden met te zeggen dat er geen keuze is.
dat dit nu eenmaal is zoals de dingen moeten gebeuren en dat u niet eens een keuze hoeft te maken. U maakt heel veel keuzes. En het wordt tijd dat u de mensen uitlegt waarom u die keuzes maakt, dat u ze verdedigt met andere argumenten dan diegenen die wij gebruiken om onze keuzes te verdedigen. Maar houd toch eens op met te zeggen dat er geen keuzemogelijkheid is. Van waar dat gebrek aan moet, zeg toch wat u wil doen. Leg toch uit wat u doet. Zeg toch dat u wil benchmarken, dat u de meest gemiddelde regering wil zijn op vlak van onderwijs, op vlak van klimaat. En dat u dan dat gemiddelde neemt, dat u de factuur doorstuurt en dat dat een keuze is. Stop u niet meer weg achter het idee dat er geen alternatief is, want er is er wel degelijk één. Meneer Diependaal. Mevrouw Van den Bossen, wij zijn er trots op heel het regeerakkoord, omdat het inderdaad vol keuzes staat. Wij maken zeer duidelijke keuzes. En ik ga u dan ook zeer duidelijk de alternatieven geven. De alternatieven zijn wat u voorstaat. In het rood gaan, de lasten doorschuiven naar de volgende generatie, de lasten verhogen. En die keuze maken wij niet. Heel juist, mevrouw Van den Bossen. Ten slotte, mevrouw Segers. Ja, nog zo'n voorbeeld van een duidelijke keuze. Terugkomend op dat aanmoedigingsfonds. Meneer Daniels, het argument dat u gebruikt van administratieve lasten, eigenlijk een beetje gemakkelijk, hè? Je zou vandaag de dag met alle technologie die we tot onze beschikking hebben, perfect kunnen bij de inschrijving van de studenten parameters meenemen die precies meten of iemand uit een sociaal zwakker milieu komt, gehandicapt is, leerstoornis. Je kan dat allemaal perfect meenemen en zodanig dat dat verwerkt is en dat dat automatisch gebeurt. Maar die keuze die zou je kunnen maken, maar opnieuw, die maken jullie niet. Meneer Krombé, het laatste woord. Ja, het is eigenlijk op wat meneer Diependaal zei, want het is interessant, we hadden hier een paar weken geleden de septemberverklaring en toen zei hij, er zijn maar drie mogelijkheden. Het is daar straks al toegelicht, ook door collega Joska, dat we ondertussen een paar weken later zijn en dat het nu anders is. En ik ga mijn vraag herhalen totdat er iemand op antwoordt. Als de middelen er zijn, en we zijn bezig met de begrotingsbesprekingen, hè, als de middelen er zijn die toelaten om deze nefaste besparing niet te doen, hadden ze dan niet doen. Want het heeft 3 weken geduurd voordat er iemand uit de meerderheid een keer zegt dat je wel die keuze hebt gemaakt. Je kiest in een welvarende samenleving om te besparen op het hoger onderwijs. Ik denk dat iedereen zijn keuzes kan maken en verdedigen. Ik denk dat wij het recht mogen hebben om te zeggen dat dat voor een welvarende maatschappij een nefaste keuze is die vernietigt. Je hebt daar straks gezegd van lees de studies. We lezen ze allemaal in meneer Diependalen. En wel, het aantal studies die bestaan, dat de noodzaak om te kiezen voor uw hoger onderwijs en uw kennisopbouw, het aantal studies die daar bestaan, is veel groter dan de andere. Dus lees vooral een keer die studies, dat je beseft dat die besparing van 55 miljoen die je nu aan het doen bent in het hoger onderwijs, nefast is voor de toekomst van Vlaanderen. Een keuze die gemaakt en geen noodzaak. Meneer Diependaal, ik heb u blijkbaar straks het woord. Eén keer niet. Ja, inderdaad. Ik word daar juist al op antwoorden op die vraag van collega Krombé. Het is collega Joska die zeer terecht gezegd heeft, mogelijks. En een keer dat we dat geld hebben, dan zullen we inderdaad kijken waar dat we dat aan besteden. Maar ik wil daar iets aan toevoegen. Wij maken inderdaad zeer duidelijke keuzes. En wij kiezen niet zomaar voor een nominale begroting in evenwicht. Dat is niet de enige keuze die wij maken. Wij maken nog een andere zeer duidelijke keuze. En dat is degene waar u bij het debat op de septemberverklaring constant stond naar te vragen. Wij willen ook investeren. Wij willen ook zorgen dat we investeren in de maatschappij. De komende 5 jaar een 500 miljoen naar welzijn, een 500 miljoen naar innovatie. Dat willen wij ook doen. Als we het dan hebben over het debat van de begroting, dat u zegt dat we zogezegd te veel zouden bespaard hebben, inderdaad, er zitten ook investeringen in noden in onze Vlaamse samenleving. Dat doen we ook. Goed, en dan gaan we nu het woord geven aan mevrouw Heltsen namens de CD&V-fractie. Beste voorzitter, leden van de regering, collega's. Voor alle duidelijkheid wil ik toch stellen dat wij dit debat niet voeren over de communicatie van de minister van Onderwijs, maar wel zeer duidelijk over de verschillende uitdagingen waar ons hoger onderwijs de volgende jaren voor staat. En als ik kijk naar
de verschillende werkzaamheden hier in het parlement en de verschillende decreten die de voorbije jaren reeds gestemd zijn hier, dan toont dit alleen al aan dat het hoger onderwijs continu zal moeten bezig zijn met na te gaan of dat ze voldoende voorbereiden op de toekomst waar jonge mensen in terechtkomen. En als het dan gaat over de uitdagingen waar het hoger onderwijs voor staat, dan wil ik toch heel duidelijk melding maken van een zeer boeiend essay waar professor Dirk van Damme heel duidelijk in stelt waar het hoger onderwijs de volgende jaren voor staat. En hij stelt heel duidelijk, ook samen met de VLOR, die zich in 2012 reeds gebogen heeft over deze thematiek en daar ook een heel boeiend rapport heeft over opgemaakt, ook zij stellen dat het heel belangrijk is dat het hoger onderwijs in de toekomst inspeelt op een aantal veranderingen in de samenleving die zeer ingrijpend zullen zijn op het hoger onderwijs. En het hoger onderwijs zal verplicht zijn om daar ernstig over na te denken. En het gaat dan zowel over demografische, sociale, technologische als economische ontwikkelingen. Dus ik denk dat het goed is dat het debat vandaag in de breedte gevoerd wordt. Het zijn heel wat uitdagingen waar het hoger onderwijs voor staat. En vanuit onze CD&V-fractie willen wij drie elementen belichten die voor ons heel cruciaal zijn in de uitbouw van het hoger onderwijs in de 21ste eeuw. Ten eerste moet voor ons het hoger onderwijs maatschappelijk relevant zijn, duurzaam en internationaal georiënteerd. En om die reden is het van belang dat de rationalisatie binnen het hoger onderwijs deze legislatuur effectief tot stand komt. Het is reeds twee legislaturen geleden dat duidelijk was dat rationalisering binnen het hoger onderwijs nodig was. De voorbije jaren hebben we daar niets rond gedaan. Het is echt een uitdaging om deze legislatuur wel te realiseren. En uit de rapporten is duidelijk dat dit een grondige oefening moet zijn. Een grondige oefening omdat we moeten rekening houden met economische ontwikkelingen die echt ingrijpend zullen zijn in datgene wat het onderwijs aan aanbod moet creëren. En dat veronderstelt dat wij rekening houden met een vraag naar competentiewissels die het hoger onderwijs moet realiseren. En als wij dit niet doen, dan lukt het hoger onderwijs er niet in om het hoger onderwijs van de 21ste eeuw te zijn. Het moet maatschappelijk relevant zijn en dat zal dus ons dwingen tot een grondige rationalisering, een grondige oefening waar wij dus moeten stilstaan bij de competentiewissels die nodig zijn. Ten tweede willen wij een hoger onderwijs van hoge kwaliteit. En in de context van de besparing wordt hier door sommigen in vraag gesteld of dat die kwaliteit nog kan geboden worden. Wij zijn ervan overtuigd dat dit wel mogelijk is. Wij geloven in de daadkracht en de creativiteit van onze hoger onderwijsinstellingen. En wij zijn ervan overtuigd dat samen met de Vlaamse regering kan gekeken worden op welke manier dat het kwaliteitsverlies niet gerealiseerd wordt. Maar wij vragen daarom ook aan de minister van Onderwijs om samen met de hoger onderwijsinstellingen te kijken op welke manier dat rond de kwaliteit, sorry, die vandaag georganiseerd wordt, hoe dat daar die regeldruk, die planlast, die administratieve belasting kan verminderd worden, zodanig dat instellingen meer ruimte krijgen om echt bezig te zijn met de activiteiten waarvoor dat zij aangesteld zijn en dat dus die kwaliteitszorg op een andere manier kan gerealiseerd worden. Ook in het kader van de flexibilisering zijn wij ervan overtuigd dat het mogelijk is om die kwaliteit te kunnen blijven bieden en om samen met de instellingen een aantal zaken in zaken flexibilisering te herdenken, zodanig dat er een betere uitstroom is, rekening houdend met de instroom die we vandaag hebben. Mevrouw Helsen, dan, mevrouw Mullen, ja, wil even reageren. Mevrouw Helsen, allee, ik wil toch even tussenkomen, want ik denk dat dat iets gaat zijn dat u als CD&V zeker aanspreekt ook. Hè. Ook wij geloven in de creativiteit. De creativiteit van mensen, de creativiteit van instellingen, de creativiteit van scholen. We geloven dat je mensen en instellingen vertrouwen moet geven. Hè. Maar het geloven in die creativiteit van deze Vlaamse regering, dat is eigenlijk is dat maar een pseudoniem om te zeggen
trek uw plan. Hè. Dat, als dat in de zorg, vermaatschappelijking van de zorg, noemt dat in de zorg. Hè. En dat betekent eigenlijk, we hebben geen centen, hè. We kunnen geen voorzieningen voorzien, we kunnen geen budget voorzien, trek uw plan, wees maar creatief. Hè. In het onderwijs, de schoolinfrastructuur. Hè. We hebben echt te weinig geld voor schoolinfrastructuur. Jaren achterstelling en niet investeringen. Hè. Wat zeggen we? We moeten creatief zijn. Je moet creatief zijn. Hè. Je moet ja, samenwerken. We geloven in de creativiteit van de scholen om iets van die infrastructuur te maken. Maar dat gaat niet meer als je zodanig weinig geld hebt. Hetzelfde voor het hoger onderwijs ook. Ik geloof in de creativiteit van die instellingen. Hè. Maar als je zodanig gaat onderfinancieren, allez, dan wordt dat echt een trek uw planbeleid. Trek uw planbeleid, staat deze Vlaamse regering voor. En dat kan u als CD&V-ster, want ik geloof in u, mevrouw Helter, en in uw goede bedoelingen. Hè. Dat kan u toch niet dulden. Dit trek uw planbeleid. Meneer De Meijer. Ik twijfel aan de goede bedoelingen. Ik twijfel aan de goede bedoelingen van mevrouw Meuleman als zij vorige week goed geluisterd heeft naar het debat over schoolinfrastructuur, waar je een andere taal gesproken hebt dan nu en waar jij toch ook het antwoord van de minister gehoord hebt. Wat u nu zegt, staat in schril contrast in vergelijking met het gesprek vorige week in de commissie onderwijs. Dit ben ik van u niet gewoon, mevrouw. Mevrouw Helsen. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Meuleman, u zegt ja, wij hebben ook vertrouwen in de instellingen. Nu, wij menen dat. Wij vinden vertrouwen hebben in de instellingen en hen de kans geven om zelf verantwoordelijkheid te nemen en om hun organisatie zelf uit te bouwen. Wij vinden dat cruciaal en dat betekent dat dat ruimte creëert. En dat is ruimte die er vandaag niet is. En wij zijn ervan overtuigd, als wij daar vanuit de overheid werk van maken en zorgen dat wij vanuit de overheid zelf geen regeldruk creëren die niet nodig is om kwaliteit te leveren, dan zijn wij ervan overtuigd dat er wel een kwaliteit kan blijven geleverd worden, ondanks de besparingen die de instellingen moeten leveren. Maar daarvoor moet je echt vertrouwen hebben in instellingen en mag je dus niet via de regelgeving alles zelf willen bepalen. En daar is voor ons toch wel een belangrijk werkpunt voor deze legislatuur. Ten derde willen wij, en dat is voor ons toch wel de meest essentiële uitdaging voor ons hoger onderwijs, dat is de democratisering. We hebben het hier deze namiddag al verschillende malen aan bod gebracht. Dit is cruciaal. En we stellen vast dat wij vandaag verschillende doelgroepen in het hoger onderwijs niet bereiken. Ondanks de middelen die er vandaag wel zijn, lukken wij er vandaag niet in om deze doelgroepen aan te trekken. Dus het is niet enkel en alleen een financiële kwestie. Het is een kwestie om na te gaan via welke methoden dat deze doelgroepen wel kunnen aangetrokken worden. En wij zijn ervan overtuigd dat daar een heel belangrijke taak weggelegd is voor het secundair onderwijs, die modernisering van het secundair onderwijs die nodig is en die mee een van de kritische succesfactoren zal zijn ook om die democratisering in het hoger onderwijs te realiseren. Wij zijn ervan overtuigd dat daar die begeleiding van leerlingen van in de kleuterschool doorheen de lagere school en het secundair onderwijs cruciaal is. Het is niet enkel en alleen een opdracht van het hoger onderwijs alleen. Studieoriëntering en begeleiding is daarin zeer belangrijk en dat gaat voor ons niet enkel en alleen over een proef aan het einde van het secundair onderwijs. Het is een traject dat start van in de kleuterschool doorheen de ganse loopbaan waar dat ouders, leerkrachten, leerlingen in open overleg bekijken wat de talenten en interesses van kinderen zijn en welk aanbod binnen onderwijs het best past bij datgene wat de kinderen aan talenten en interesses hebben. Dat is voor ons cruciaal om daar deze legislatuur werk van te maken, zodanig dat er een betere instroom is en een hogere instroom in het hoger onderwijs. Het oriënteringstraject moet ook ervoor zorgen dat de doorstroomtijd in het onderwijs zal verbeteren, want collega Daniels heeft de cijfers al aangegeven. Wij kunnen ons echt niet neerleggen bij het gegeven dat 30% van de studenten dus in 3 jaar het bachelordiploma haalt en dat maar 45 tot 50% dat in 4 jaar realiseert. Dit moet beter. En sommigen beweren dat een verhoging van de studiegelden voor een aantal categorieën studenten in contradictie is met de democratiseringsdoelstelling. Nu, ook daar rond
is reeds onderzoek verricht. Nederland heeft reeds een verhoging doorgevoerd van de studiegelden en heeft daar zeer nauwkeurig bestudeerd wat de effecten zijn. Zij zijn in het onderzoek tot de vaststelling gekomen dat een verhoging van de studiegelden niet heeft geleid tot een mindere participatie in het hoger onderwijs. Dit is toch ook belangrijk om mee te nemen als element in de beoordeling van de effecten van de verhoging van de studiegelden. En ook Stijn Kelchtermans en Frank Verboven, die aan de universiteiten in Vlaanderen verbonden zijn, hebben daar reeds onderzoek rond verricht. En zij komen dus tot dezelfde vaststelling. Wij kunnen dit enkel en alleen vaststellen dat dit een resultaat is dat zij neerzetten. Collega's, ik wil afronden. Het is duidelijk dat het hoger onderwijs voor een aantal belangrijke uitdagingen staat om zich aan te passen aan de maatschappelijke evoluties en om ook het voortouw te nemen in de ontwikkeling van die evoluties, om steeds weer nieuwe methodieken te ontwikkelen die studenten toelaten om te excelleren en de toekomst duurzaam vorm te geven. Nu, de budgettaire inspanning die van het hoger onderwijs gevraagd wordt, zal mee deel uitmaken van één van deze uitdagingen waar ze voor staan. Het hoger onderwijs staat voor de permanente uitdaging om jongeren en volwassenen voor te bereiden op de maatschappij van morgen. En dat betekent dat ze mensen vormen om op een geëngageerde, zelfstandige en kritische wijze een rol op te nemen in de maatschappij en dat een goede aansluiting op de arbeidsmarkt verzekerd blijft. Wij zijn ervan overtuigd dat de hogescholen en de universiteiten bereid zijn om mee te werken en initiatief te nemen om dit waar te maken. Zij zullen de instrumenten ontwikkelen om blijvend in te zetten op kwaliteitsvol, dynamisch en nog verder democratiserend hoger onderwijs. En het is niet aan de overheid om in hun plaats invulling te geven, maar wel om hen te ondersteunen. Daarom, mevrouw de minister, willen wij vanuit onze fractie heel duidelijk vragen om in dialoog te gaan met alle stakeholders en om in nauw partnerschap met studenten, hogescholen, universiteiten en associaties die maatregelen te nemen die zullen toelaten om zelfs met iets minder middelen de democratisering te versterken en de kwaliteit van ons hoger onderwijs te garanderen. Mevrouw Meuleman en dan meneer Combé. Ja, toch nog alleen één opmerking, mevrouw Helsen. De redenering van, we hebben dat gezien in andere landen, we zullen de inschrijvingsgelden verhogen en daarmee zal er geen 18-jarige minder naar het hoger onderwijs trekken. Ik vind dat een zeer perverse redenering. Hè. We zien nu al dat met de huidige inschrijvingsgelden en met de beurssystemen we mensen die hun best doen om hun kind toch te laten studeren, vaak echt in armoede duwen. Hè? Dat we beseffen als die mensen een kind zouden hebben dat gaat gaan werken op zijn 18 jaar, dat zij uit de armoede geraken. Allee, dat zeg ik niet, dat zegt die Flemosi-studie, zwart op wit. Hè? Dus het studeren duwt mensen in de moeilijkheden, in de armoede. Dat heb ik daarnet uitgelegd. Oké, ze zullen misschien nog altijd een inspanning doen om hun kind te laten studeren, omdat je nu eenmaal het best wilt voor je kind. Dus je zult in de cijfers niet zien dat het dan een 18-jarige minder naar de universiteit trekt. Maar je duwt wel heel wat gezinnen in armoede, in moeilijkheden. Twee, ik dacht dat u dat ook dacht, dat we net een tandje moeten bijsteken. Dat het probleem is dat we te weinig aan het democratiseren zijn, dat er te weinig mensen naar het hoger onderwijs trekken en zeker mensen uit gezinnen die het moeilijk hebben. Hè? Dus dat inschrijvingsgeld verhogen zal zeker niet helpen, integendeel. En dan moet het beurssysteem bekeken worden. En dat doet u als CD&V, als wat ik dacht, sociale partij, ook niet. U kijkt niet naar het beurssysteem. Dus allez, ik vind die redenering absoluut niet opgaan. Er zal geen 18-jarige minder naar het hoger onderwijs gaan. Wat zegt dan nu? Al die gezinnen in armoede, dat is een probleem. Dat moeten wij ons aantrekken. Ik kom mee. Ja, dank u, voorzitter. Ik vind uw tussenkomst goed geschreven. Er zitten ook een aantal objectieven in die ik volledig kan delen, maar ik heb eigenlijk twee vragen. Allee, eerst een punt eigenlijk. De voortdurende vergelijking met andere landen is lastig voor meerdere redenen. Het schoonste voorbeeld in het debat tot nu toe was eigenlijk van kijk, we zijn nu in Vlaanderen met meer bevoegdheden, we hebben een grotere begroting, 40 miljard. Onderwijs is daar een vierde van. En een van de redenen om te zeggen van dat is allemaal niet zo erg, de verhoging van het inschrijvingsgeld, was kijk, in Wallonië was het duurder.
Het is een rare manier om de problemen te omschrijven, alsof dat een probleem was dat in Wallonië duurder was. Het was duurder, meneer Van Dijk, u schudt met uw hoofd. Het was in Wallonië €200 duurder, maar dat is een probleem. Dat is een probleem dat nu is opgelost. Het is nu voor de Vlaamse gezinnen duurder dan voor de Waalse gezinnen. Dus allee, die vergelijkingen lopen mank. Ik vind dat eigenlijk jammer dat, dat de discussie daar blijft drijven. Twee. Wat ik eigenlijk eens zou willen weten is het volgende. Er is hier nog niet veel gezegd over de reacties van de rectoren van de universiteiten. En ze hebben niet allemaal op dezelfde manier gereageerd. Maar er waren reacties, ik denk aan Paul de Knop, Rick Torfs, aan de Pape, er waren reacties die zeiden van kijk, één, het inschrijvingsgeld, dat is één deel van het verhaal. Een aantal hebben gezegd, dat gaat problemen geven. Mevrouw Soens gaf het al aan, zelfs als dat bij een paar gezinnen is dat problemen heeft, zouden dat ter harte moeten nemen. Hè? Dus mijn eerste vraag is, wat vond je van die opmerking? Een aantal gezinnen gaan het wel degelijk. Voor een aantal gaat het wel degelijk een probleem zijn. Twee, ze hebben gezegd, in een aantal universiteiten, en zeker in degene met meest beursstudenten, gaan de resterende besparingen eigenlijk nog bijkomend zwaarder zijn. En het gaat wel degelijk te maken hebben met besparingen op mensen, besparingen zelfs op docenten, besparingen op werking, besparingen op omkadering. En mijn vraag is daar naar u, vindt u het niet met al die fantastische objectieven en analyses die u in de tussenkomst maakt, vindt u het dan zelf niet jammer dat het omgekeerde gebeurt aan de oproep die u doet, namelijk de overheid zou het hoger onderwijs en de universiteiten moeten ondersteunen. Zij moeten de keuzes maken, want wat u nu doet, is niet alleen het inschrijvingsgeld, maar door extra besparingen maakt het de mogelijkheden voor hen om het beste hoger onderwijs, universitair onderwijs te voorzien, maakt het gewoon moeilijker. Je doet het omgekeerde dan een overheid die kiest om ze te ondersteunen. Dus ik ben het eens met uw vraag aan de regering. Ondersteunt ze en laat ze zelf zorgen voor goed onderwijs. Maar jullie maken het eigenlijk, en Dixit-rectoren, onmogelijk voor hen om dat op een goede manier te doen. Rick Torfs, Anne de Pape en Paul de Knop en nog een aantal anderen. Ja, ik ben het met u eens, mevrouw, dat we hard moeten gaan voor die democratisering. Ik ben het ook met u eens dat ondanks veel inspanningen we daar nog niet helemaal in geslaagd zijn. Dus op dat vlak heeft u alle steun van onze fractie. Alleen begrijp ik niet goed waarom u denkt dat het verhogen van inschrijvingsgeld geen drempel zou uitmaken voor een aantal mensen. Dat is er wel degelijk één. Ik zal u zeggen voor wie. Dat is niet enkel zo voor mensen die het financieel wat minder gemakkelijk hebben, maar ook voor mensen die redelijkerwijs kunnen veronderstellen dat het voor hun zoon of dochter misschien ook minder makkelijk is om te slagen. Komen we ook meteen bij die oriënteringsproeven. U weet dat, ook al kunnen oriënteringsproeven bij een pak leerlingen voorspellen hoe zij zullen scoren achteraf. Ze zijn daar een vrij goed indicator voor. Dat het zo is dat kinderen uit sociaal-economische middens, waar de ouders minder hoog opgeleid zijn, en kinderen die geen vooropleiding hebben gehad, ASO of een richting met vele uren theoretische vakken, het erg moeilijk hebben om te slagen in die proeven, in die oriënteringsproeven. Ook wanneer zij voldoende intelligent zijn of voldoende wilskracht en doorzettingsvermogen beschikken om het te halen achteraf. En waar ik mij een beetje zorgen over maak, is dat het net die kinderen zijn, die leerlingen en hun ouders, die we toch een stukje weer afschrikken door enerzijds de financiële drempel wat te verhogen en anderzijds ook die oriënteringsproef naar voren te schuiven. Dus wat ik me dan afvraag is, hoe wilt u ervoor zorgen, en bent u het minstens met mij eens dat we dat moeten proberen doen, dat die groepen kinderen en hun ouders niet worden afgeschrikt door die twee belangrijke wijzigingen in het hoger onderwijs? Mevrouw Held. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Nu, jullie brengen in dat voor de beursstudenten de situatie problematisch is. Nu moet ik zeggen, als er iets verandert voor de studenten, dan is dit vooral voor de niet-beursstudenten. Niet voor de beursstudenten. En als jullie vandaag dat probleem stellen, dan is dat geen probleem van vandaag, maar dan is dat al een ganse periode een probleem. En dan moeten wij onder ogen zien dat ook de vorige regering dat niet heeft aangepakt. Dat is een eerste reactie. Voor wat de democratisering betreft, collega Van den Bossen, uw analyse is correct. Dat klopt. Daar zijn heel wat jonge mensen binnen ons onderwijs die de talenten hebben en de interesse hebben, maar die er niet in lukken
om door te stromen naar hoger onderwijs. Maar ik heb ook in mijn tussenkomst gesteld dat wij vanuit CD&V ervan overtuigd zijn om dat probleem niet aan te pakken net voor de poort van het hoger onderwijs, maar dat daar een zeer belangrijke uitdaging weggelegd ligt voor ons leerplichtonderwijs. En wij moeten onder ogen zien dat wij vanuit de Vlaamse overheid reeds heel wat jaren middelen en mankracht ter beschikking stellen van het leerplichtonderwijs om die problematiek aan te pakken. Maar daarnaast moeten wij ook onder ogen zien dat wij nog een weg hebben af te leggen. En dat de middelen en de mankracht ter beschikking stellen op zich niet voldoende is. Dat wij daarvoor de uitdaging staan om te kijken via welke methodieken dat wij die doelgroepen veel beter dan vandaag kunnen bereiken. En dat is een uitdaging van het leerplichtonderwijs, van de kleuterschool. En wij zijn ervan overtuigd, als daar de aansluiting wel gerealiseerd wordt, dat op 18-jarige leeftijd deze studenten niet voor een drempel staan, maar dat zij dus gewapend zijn om die stap wel te zetten. Dus wij geloven erin dat die problematiek, en dat is een terechte problematiek die u inbrengt, die wij ook belangrijk vinden om aandacht voor te hebben, wij vinden dat dat moet aangepakt worden vanaf het moment dat de eerste stap gezet wordt in onderwijs, want reeds daar stelt het probleem zich en ook daar krijgen wij de verhalen te horen dat er situaties zijn waarin dat we spijtig genoeg moeten vaststellen dat wij nog te weinig aansluiting vinden bij bepaalde doelgroepen die recht hebben op onderwijs. En dat is de wijze waarop dat wij dit willen aanpakken. En dan een laatste element dat aan bod gebracht is. De vergelijking met andere landen, collega Corombe, dat klopt. Wij zijn daar zeer voorzichtig in om vergelijkingen te maken met andere landen. Omdat het zeer moeilijk is om dat te doen. Ik heb enkel verwezen naar Nederland, want daar wordt door onderwijsexperten heel duidelijk gesteld, als we dan al toch een vergelijking zouden maken, dan is het systeem in Nederland misschien een vergelijking die we kunnen maken. Ik heb enkel en alleen aangehaald dat men in Nederland de effecten van de verhoging van de studiegelden heeft opgevolgd en heeft onderzocht. Dat is het enige wat ik heb aangehaald om te zeggen, men heeft dat onderzocht en men heeft daar vastgesteld dat dit geen effect gehad heeft op de participatie. Verder wil ik geen vergelijkingen maken met andere landen. Ik grijp dat alleen maar aan om te zeggen, dit is toch wel belangrijk om te weten. En in Vlaanderen hebben ook twee professoren daar reeds onderzoek rond verricht en zij komen tot dezelfde vaststelling. Dus dat is het enige wat ik daar rond gezegd heb. U zegt, ja, ik verwacht dat de overheid de instellingen ondersteunt. Nu, ik heb heel duidelijk gezegd, ja, ik vraag dat ook aan de minister van Onderwijs, dat zij de instellingen ondersteunt. U vertaalt dat in financiële middelen. Ik heb andere instrumenten aangereikt. En ik heb gezegd, ja, mevrouw de minister, ik zou heel graag hebben dat u samen met de instellingen in overleg gaat en dat u echt een keer op een aantal elementen gaat kijken hoe dat wij met de zaken die nu reeds geregeld zijn met de middelen die we vandaag ter beschikking hebben, hoe dat wij het beter kunnen doen. En dan zijn wij ervan overtuigd dat we meer ruimte moeten bieden. Dat wij dus de regelgeving op vlak van kwaliteitszorg onder de loep moeten nemen. En moeten bekijken hoe kunnen wij heel de kwaliteitsbewaking die we moeten doen en die belangrijk is, maar hoe kunnen we dat op een manier doen die minder planlast teweeg brengt, zodanig dat de instellingen daar meer ruimte krijgen. Ook in het kader van het flexibiliseringsdecreet zijn wij ervan overtuigd, als wij erin lukken om een betere studiebegeleiding te realiseren, om ervoor te zorgen dat de juiste studenten op de juiste plaats terechtkomen, dat ook daardoor heel wat middelen vrijkomen die op een betere manier kunnen ingezet worden binnen het hoger onderwijs. En wij vinden het belangrijk om deze oefening samen met de instellingen te maken. En dat is een andere weg die wij kiezen, maar ik ben ervan overtuigd dat wij daarmee hetzelfde doel bereiken, namelijk die kwaliteit van onderwijs blijven garanderen. Goed, dankjewel. Mevrouw Brusseel. Goedemiddag, collega's.
Ik had een tekstje voorbereid, voorzitter, maar ik zal mij daar niet aan houden, want eigenlijk alle feiten die ik in mijn tekst opgesomd heb, zijn zo ongeveer gebracht door collega Daniels. Want ik vond dat het in het debat een beetje aan feiten ontbrak. Zowel collega's zoals meneer Crombé als andere mensen hebben heel veel vergelijkingen gemaakt van inschrijvingsgelden en dat verengde het debat een beetje. Nu, eigenlijk heel de namiddag ging het debat al veel te lang, dank u mevrouw, over cijfers. En dat is niet de kern van de zaak, meneer Crombé. Ik geniet toch uw aandacht, hoop ik, hè? Ja. Voilà, dank u. Wel, de kern van het debat gaat voor ons niet over die 200 euro meer of minder. De kern van het debat gaat over hoe krijgen we meer studenten in hoger onderwijs en niet simpelweg hoe krijgen we er meer, het zijn geen schapen, hoe kunnen we meer jongeren daar een diploma laten behalen? Hoe kunnen we ze succesvol laten studeren? Dat is onze bekommernis. En daarnet was er een kleine discussie. Mevrouw Genee zei dat wij geen keuzes maakten met deze regering. En mevrouw Van den Bossen zei dat we juist wel keuzes maakten. Uiteraard niet de keuzes die u onderschreef. Wel, keuzes maken is misschien niet de juiste, de meest passende term. Het gaat voor mij over visie. En die visie gaat voor ons, voor de Vlaamse liberalen, gaat dat over kwaliteit, over diversiteit en over sociale mobiliteit. En daar kunnen we inderdaad beter presteren dan vandaag. En daarover durf ik wel te zeggen, meneer Crombé en anderen, dat het de voorbije 10 jaren ontbrak aan visie. U heeft inderdaad het inschrijvingsgeld niet verhoogd. Nee. Nee. Maar heeft u een visie ontwikkeld? Nee. U heeft ervoor gezorgd in al die jaren dat er maar liefst 549 bacheloropleidingen kwamen over heel Vlaanderen, verspreid over 5 universiteiten en 17 hogescholen. Ik wil het echt niet op flessen gaan trekken, maar u kunt bijna vanuit elke parochie met uw fiets naar een hogeschool. En dat kost geld. Dat is nodeloos duur. Wel, eerlijk waar, meneer Crombé, de rekening voor de ouders is duur, los van het inschrijvingsgeld ook. Maar ik denk niet dat u kunt gaan beweren dat mensen op kot moeten honderden kilometers ver om in Vlaanderen te kunnen studeren. Want dat is ook simpelweg niet juist. Wat is de voorbije jaren gebeurd in Vlaanderen? Wat is er gebeurd de voorbije decennia, zou ik zelfs durven zeggen? Een versnippering aan middelen. Men heeft aan alles geld willen uitgeven. En dan kun je inderdaad niet echt kiezen voor een sociaal beleid. Wij willen dat de middelen rationeel en correct ingezet worden. En ja, dan vinden we dat het nodig is om te kijken naar de rationalisering van het aanbod, naar de flexibilisering en de nadelen ervan, die moeten we wegwerken, en naar een betere oriëntering van leerlingen. Want als we dat niet doen, dan lopen mensen teleurstellingen op. En dan dragen ze daar ook de kosten van. Niet alleen ouders en studenten overigens, maar eigenlijk de gemeenschap in zijn totaliteit. Mevrouw Meuleman. Ja, mevrouw Brusseel. Allee, ik ben het daarmee eens, hè, die rationalisatie. U heeft mij dat al meermaals horen zeggen. Zeker in de vorige legislatuur. Wij hadden toen een speciale commissie hoger onderwijs, hè, die een beleidsnota heeft gemaakt over de hervorming van het hoger onderwijs. Hè. Alle partijen hebben die meegetekend, behalve mijn partij. Waarom? Omdat wij zeiden, in feite wordt er naar die rationalisatie eigenlijk niet gekeken. Hè. Die nota zegt over van alles wat, maar die zaken die fundamenteel zijn, de rationalisatie, een stukje ook de flexibilisering, daar gaat hij aan voorbij. Hè. U heeft dat meegestemd, u heeft toen ook niks gezegd. Dus dat is een beetje problematisch, 1. 2, aan die nota hing nog een groeipad vast, een financieel groeipad, dat heb ik daarnet toegelicht. Hè. Meer middelen om dan toch die kwaliteit te bereiken. Nu, allez, heeft u niet meegewerkt aan die rationalisering, maar zegt u ook nog eens, we gaan nog eens besparen en we gaan nog eens in dat groeipad, in dat meerjaren groeipad ook gaan snijden. Nee. Dus allee, nee, dat is niet correct. Het standpunt van de VLD is toch een beetje twijfelachtig. U had dan vorige legislatuur ook wel samen met ons in de oppositie kunnen zeggen van, laat ons werk maken van die rationalisering. Mevrouw Brusseel. Mevrouw Meuleman,
op het bestaande groeipad van 225 miljoen euro wordt niet gesnoeid in de academisering. Niet. Dus kijk het nog eens na, want wat u zegt klopt niet. En zoals hier eerder gezegd werd, het is belangrijk om de discussie intellectueel eerlijk te voeren. Ja? Bon. Dus ik blijf bij mijn punt. Laten we kijken naar de nadelen van de manier waarop ons hoger onderwijs vandaag georganiseerd is. En dan kunnen we wel degelijk middelen beter aanwenden om een socialer beleid te voeren. En dat sociaal beleid, dat gaat ook over kansengroepen. Er werd daar net al over gesproken. Het ligt mij zeer na aan het hart. Ik ga geen uitgebreide discussie heropenen over het aanmoedigingsfonds. Maar, lieve vrienden uit Brussel en alle instellingen die zoveel inspanningen leveren om inderdaad studenten te recruteren, te begeleiden en sterker te maken die uit een moeilijker gezin komen, sociaal kansarm of anderstalig thuis en daardoor moeilijkheden hebben om te leren. Wel, die jongeren die moeten beter begeleid worden van in de kleuterschool. Ik denk niet dat het zinvol is om een namiddag te discussiëren over wat mevrouw Segers daarnet een symbool noemde, het aanmoedigingsfonds, als we niet voldoende zaken doen om de problemen aan te pakken in het leerplichtonderwijs. En de voorbije 10 jaar werd net iets te weinig, en nu blijf ik denk ik heel erg vriendelijk, gekeken naar dat leerplichtonderwijs in moeilijke omgevingen zoals Brussel, zoals Antwerpen, zoals Gent. Want het vergt inderdaad een specifieke methodiek en extra middelen om al die anderstalige kinderen beter te begeleiden in het basisonderwijs. Ik zat een paar dagen geleden, lieve collega's, bij Kind en Gezin met de kleine Brussel. Ja. En de kleine Brussel was daar aan het rondhuppelen en kennis aan het maken met andere kindjes. Kindjes die eigenlijk al redelijk oud waren om mee te gaan naar Kind en Gezin. Wel, die zaten daar met hun mama, zoals die mama's mij zeiden, omdat ze niet naar de kleuterschool gingen. En waarom niet? Omdat er geen plaats is. Wel, als wij nu niet dringend zorgen voor plaatsen in al die kleuterscholen, dan kunnen we nog veel fondsen oprichten, maar dan gaan we het in ons hoger onderwijs niet recht trekken. Ik herhaal niet. Want uw taalachterstand die begint wanneer je begint te spreken. Ja? Die begint wanneer je taal leert. En dat is in de kleuterklas en zelfs al ervoor. Dus als we daar geen sociaal beleid hebben dat degelijk is en dat werkelijk niemand achterlaat, maar ook niet ene kleine peuter achterlaat, wel, dan is uw aanmoedigingsfonds een druppel op een hete plaat, ook al, en ik betwijfel dat niet, mevrouw Segers, zijn daar nu fantastische dingen mee gedaan met dat aanmoedigingsfonds. Maar het blijft te weinig en te laat. Daar blijf ik bij. Sorry, mevrouw Segers. Niemand kan ontkennen dat we inderdaad vanuit de kleuterklas, lagere school, onze studenten, onze leerlingen, onze kinderen optimaal moeten begeleiden. Zodanig dat ze, indien ze het nodig vinden, naar het hoger onderwijs kunnen gaan. We moeten ook inzetten op beroepsonderwijs, technisch onderwijs. Dus we hebben die hervorming echt wel nodig om te zorgen dat iedereen zijn kansen kan ontplooien. Maar dat aanmoedigingsfonds, dat is er niet alleen voor onze studenten met allochtone afkomst en taalachterstand, maar ook voor studenten met een handicap en werkstudenten. Dus je antwoord van, ja, we moeten ze helpen van in de kleuteronderwijs. Als in het kader van levenslang leren, hè, werkstudenten, allee, dat is niet, dan hebben we nog altijd, die moeten we nog altijd op allemaal manieren kunnen ondersteunen. Ook studenten met leerproblemen, dyslexie, handicap. We hebben die extra inspanningen, die extra faciliteiten echt wel nodig om te zorgen dat iedereen mee kan. Mevrouw van der Brand. Mevrouw Brussel, ik hoor u heel graag zeggen natuurlijk dat vanaf die kleuterklas moeten investeren in kinderen. Dat is absoluut waar. Eigenlijk vanaf voor de kleuterschool pas kleuterklas nog vanaf die kinderopvang. Uw partij heeft daar, en u hebt daar zelf ook heel veel campagne opgevoerd, hè, een school voor elk kind, heel terecht. Maar ik zou uw pleidooi nu veel beter geloven. Ik zou het veel geloofwaardiger vinden, veel oprechter vinden, indien u ook effectief voor de nodige middelen voorzag om voldoende kleuterschool te voorzien in al onze steden en daar een enorme capaciteitstekort te zijn. Indien u voor zou opkomen dat er effectief geïnvesteerd wordt in waardevolle klassen, in toiletten waar uw kind tenminste op durft naar het toilet laten gaan, in scholen die de naam school waard zijn en geen barakken waar sommige van onze kinderen met 20, 25 in moeten zitten. Meneer Combe. Ja, voorzitter,
ook uit het sympathie, omdat mevrouw Brussel al, mij al een tiental keer heeft aangesproken, maar omdat ik... Je kunt niet goed talen, het was niet zoveel. Maar een tiental is geen exact cijfer. Hè. Ik pak altijd een slag om de arm. Maar, in te gaan op uw vraag om een intellectueel eerlijk debat te hebben. Ik heb een stuk van uw laatste tussenkomst niet goed begrepen. Uw redenering die u maakt, Bas, kijk, dat fonds, dat heeft echt goede resultaten. Het is... Nee, dat is zelfs niet de redenering. Dat is, nu zeg ik wat ze letterlijk heeft gezegd. Er zijn goede resultaten. Het is nog te weinig. En dan vervolgens heeft u de indruk, en dat is mijn vraag, dat u ondanks het feit dat het resultaten heeft en te weinig is, dat u het toch eens bent met de afschaffing. Hoe moet ik dat rijmen? Dus het is belangrijk, het is zelfs te weinig en dus... Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee. Misschien moet u straks eens het verslag gaan lezen. Al die formules, meneer Krombe, ik zal het u uitleggen. Al die formules zijn best interessant en hebben best merites, maar het is een druppel op een hete plaat en het is fundamenteel te weinig. En voor onze fractie blijft het een... Ik zeg niet dat je daar te weinig geld in gestoken hebt. Ik denk dat zo'n fonds creëren, links en een fonds rechts, dat een druppel op een hete plaat is, dat te weinig is. Snapte u niet wat ik bedoel? Je moet veel eerder beginnen. Ja? Maar doet dat dan ook? Het gaat niet over een fonds creëren aan een universiteit, meneer Krombe. Sociale mobiliteit. Hè? Als je dat niet realiseert voor het zesde levensjaar van het kind, dan kun je het vergeten. Snapt je het nu? En je moet daarop voortbouwen in heel het lager onderwijs. En als ze 18 jaar zijn, dan is het rijkelijk te laat. En dan kun je nog een beetje lap- en tapwerk leveren. Dat verstaat je ongetwijfeld wel. Dat is een beetje lap- en tapwerk, zoals dan een loodgieter doet. Dat is de essentie niet. Ik wil in onderwijs de essentie vanaf de kleuterklas, meneer Krombe. Daar gaat sociale mobiliteit over. En niet over fondsjes creëren en vriendenplezier doen in die associatie. En dan nog één in die associatie. Want dat is het beleid geweest van de laatste 10 jaar. Ja? Bon. Soms word ik eens een beetje kwaad. Ja, maar we kennen nu mevrouw Brussel. We kennen nu. Mevrouw Van den Bossen. Mevrouw Van den Bossen. U heeft gezegd dat een kind, als het op zijn zesde jaar, als we er niet in geslaagd zijn om dan de kansen gelijk te trekken, dat het te laat is, dat we het mogen vergeten, zo heeft u dat gezegd. U heeft gezegd dat het enige wat we dan ook kunnen bieden, het oplapwerk van een loodgieter is. Ik weiger te geloven, mevrouw. Ik weiger te geloven dat een kind van zes en ouder, waarvan de kansen nog niet gelijk gemaakt zijn, dat moet worden opgegeven door de maatschappij. En ik vind het verschrikkelijk dat u dat zegt. Ik heb niet gezegd dat het moet opgeven. Ik zeg u... Ja. Voor de goede orde. Daar is ontzettend veel wetenschappelijk onderzoek over, mevrouw Van den Bossen. Het is essentieel om met kinderen goed werk te leveren, onder andere taalverwerving, voor ze 6 jaar zijn. Niemand hier wil kinderen opgeven als het niet vlotjes gelopen is voor de 6 jaar. Maar wanneer we daarna moeten werken aan taalverwerving na het 6e jaar, dan is dat remediering voor een groot deel. En ik wil daar gerust eens met u een rustige discussie over hebben, over een hele namiddag. Ja? Als de tv-camera's niet draaien en zo, hè? Dan gaat u daar misschien willen in meegaan en misschien ook al die wetenschappelijke bewijsvoering willen lezen. Uiteraard, het lager onderwijs moest dat beter remediëren. Dan zou je niet met zoveel schooluitval zitten in het secundair. Dan zouden de problemen zich niet zo opstapelen en dan zou het probleem zich niet zo stellen dat we te weinig leerlingen hebben met een andere thuistaal aan onze universiteiten. Degenen die daar nu geraken, hè, dat zijn werkelijk de dappersten en de knapsten. En dat is veel te weinig voor mij. En daar moet meer geremedieerd worden en daar moet op tijd aan begonnen worden. Ik hoop dat ik mij nu duidelijk gemaakt heb, want ik zou het zeer spijtig vinden mocht u denken dat ik kinderen wil opgeven. Meneer Solms. Ja, meneer de voorzitter, collega's, ik denk dat mevrouw Brussel inderdaad een van de kernuitdagingen van ons onderwijs hier terecht op tafel ligt. En wat is dat? In een steeds diverser wordende Vlaanderen moeten wij tot onze schaamte en schande vaststellen
dat een aantal groepen in onze samenleving sterk ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs. En dat is eigenlijk een sociaal en maatschappelijk onaanvaardbare situatie. En mevrouw Brisseer heeft gelijk dat ze zegt dat wanneer wij denken dat alleen maar te kunnen oplossen door op de drempel van het middelbaar naar het hoger onderwijs een aantal instrumenten te ontwikkelen, dat we dan fout bezig zijn. Dat dat inderdaad courieren am symptoom is. Er is heel veel wetenschappelijk onderzoek gebeurd, onder andere door de VUB, die aantoont dat de enige manier om ten gronde dat probleem aan te pakken, inderdaad te beginnen is bij het leerplichtonderwijs, in het kleutersonderwijs, in het lager onderwijs, in het middelbaar onderwijs. Want wanneer daar achterstand wordt opgebouwd, meneer Crombé, dan maken we die achterstand niet meer goed. Dus indien we inderdaad de ambitie hebben, dat is een ambitie die wij als liberalen ten gronde hebben. Omdat dat ook voor ons de hoeksteen is van onze eigen maatschappelijke overtuiging. Namelijk een maatschappij, meneer Combré, waar er echt opwaartse sociale mobiliteit is. Die u met uw remedies de voorbije jaren niet heeft aangepakt. In de mate dat we daar niet in lukken, klopt ons verhaal van liberalen niet meer. Als er geen opwaartse sociale mobiliteit is in voldoende mate, dan is het inderdaad zo dat uw afkomst determinerend is voor uw toekomst. Dus wij willen een maatschappij, wij willen een onderwijsmodel waar er een veel grotere doorstroming is, ook van kansengroepen in het hoger onderwijs. En om dat te realiseren, moet je inderdaad, daar heeft mevrouw Brisseel 100% gelijk, moet je beginnen te responsabiliseren in het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. Ook ouders aanspreken, ook je onderwijs erop te organiseren. Zorg dat veel meer kinderen veel vroeger in dat onderwijs aanwezig zijn. En zij die daar een taalachterstand hebben, die moet daar worden weggewerkt. Want anders cumuleert taalachterstand met leerachterstand, met schoolmoeheid en gaan die kinderen nooit doorstromen naar het hoger onderwijs. Dat is een fundamentele uitdaging die we anders moeten aanpakken in Vlaanderen. Meneer Somers. Allee, de tranen springen bijna in mijn ogen van ontroering. Maar u zat er misschien niet bij de onderhandelingen aan de onderhandelingen. Allee, u zat er niet bij, het is juist bij de onderhandelingen. Want allee, als u hier nu zegt, wij moeten investeren in jonge kinderen, dan moet je investeren in kinderopvang. 100% mee eens. Show me the money. Waar zit de investering? Dan moet u investeren in basisonderwijs. Show me the money. U bespaart in basisonderwijs. Op de werkingsmiddelen, op alles. Dan moet u investeren in secundair onderwijs. Waar zijn die investeringen? Besparen van in de wieg tot in het basisonderwijs, tot in het secundair onderwijs, tot in de zorg, tot in de... Allee, hoe kan u dat hier nu zitten verdedigen en zo'n ontroerend verhaal uit? Heel eenvoudig, mevrouw Meuleman, dat is de fundamentele, daar hebben verschillende sprekers gelijk in, dat is de fundamentele keuze die we moeten maken, dat is de eerste keuze die we moeten maken. Dat is eerst en vooral zorgen dat we terug ruimte creëren op onze begroting om in de toekomst te investeren. Het alternatief dat u aanhaalt, is inderdaad ervoor zorgen dat er morgen en overmorgen geen geld meer zal zijn om scholen te bouwen. Geen geld meer zal zijn om klassen te realiseren voor die kleuterkinderen. En dat is een keuze die deze meerderheid niet heeft gemaakt. Dat is een keuze waar mijn partij 100% achter staat. Dat is nu zorgen dat de rekeningen terugkloppen om in de toekomst te investeren. Anders zitten we binnen 3, 4, 5 jaar volledig in het rood en dan gaan we maatschappelijk niks meer kunnen doen. Meneer Anouri. Ja, mevrouw Brusseel, meneer Somers, jullie hebben overschot van gelijk als jullie zeggen dat de uitdagingen beginnen in het kleuteronderwijs. En dat we in het lager onderwijs moeten beginnen en die lijn blijven doortrekken. Het eindigt niet na 6 jaar oud, het eindigt ook niet na de lagere school. Dat blijft aandacht vergen om ervoor te zorgen dat alle kwetsbare groepen evenveel kansen krijgen in dat onderwijs. Meneer Somers, zoals collega Meuleman heeft aangehaald, de tranen kwamen ook bij mij bijna in de ogen. Zeer mooi verwoord. Sterker nog, ik heb de afgelopen 5 jaar exact gedaan wat u hebt genoemd aan de KU Leuven. Ik heb dat gedaan in samenwerking met de verschillende associatiepartners. U kan de cijfers erop nakijken. We hebben duizenden mensen bereikt, duizenden ouders geïnformeerd, vele jongeren geholpen. Dat gebeurde allemaal met het aanmoedigingsfonds. Vandaag de dag zit ik hier. Ben ik blij dat ik hier mag zitten? Is de vacature opgeschort? 80 mensen op er gesolliciteerd. We hebben de vacature kunnen terugsturen en gezegd, excuseer, voorlopig zijn er geen middelen om het geleverde werk verder te zetten. Op dit moment is er onduidelijkheid. Dus u zit hier op dit moment te verklaren hoe belangrijk dat is, maar de gevolgen van uw beleid zijn vandaag de dag al voelbaar. Mevrouw Brusseel.
zal proberen verder te gaan waar ik gestopt was, bij de sociale mobiliteit, namelijk. En ik ben ervan overtuigd dat wanneer we ons hoger onderwijs beter organiseren en middelen efficiënter aanwenden, dat er ruimte is om een beter sociaal beleid te gaan voeren en om meer werk te maken van meer studiebeurzen, zoals aangegeven wordt wat nodig is. Als we kijken naar landen zoals bijvoorbeeld de UK, we mogen niet vergelijken, maar we zullen het toch nog eens doen. Mijn tellertje loopt niet voor. Ik ben blij. Oké. Zoals de UK, Australië, Nieuw-Zeeland en anderen, daar is dat inschrijvingsgeld hoger, dat klopt. Maar dankzij de studiebeurzen die daar gegeven worden, hebben ze wel meer hoger opgeleiden. Dus ik denk dat wanneer er meer financiële ruimte is om een degelijk sociaal beleid te voeren, dat het zal gevoerd worden en dat het resultaat zal opleveren. En ik denk dat men daar vandaag geen al te boude uitspraak mag over doen, mevrouw Meuleman. Want u doet alsof dat met die ene discussie over de cijfers, over het inschrijvingsgeld, alsof daarmee alles gezegd is over het hoger onderwijsbeleid. En dat is niet zo. Ik zal graag nog eventjes mijn redenering afmaken, anders wordt het een beetje chaotisch, zoals daarnet, dat jullie kunnen zien. In het belang van die sociale mobiliteit, ja, een beetje auto-ironie kan geen kwaad, maar moment. In het kader van die sociale mobiliteit denken wij ook dat het ontzettend belangrijk is om bijkomende doelgroepen aan te trekken, vooral om HBO 5 te versterken en om daar meer studenten aan te trekken. Tot slot wil ik nog een klein woordje kwijt over de oriëntering. Mag ik even bij het vorige punt, ja. Denk ik dat mevrouw Van den Bossen en mevrouw Meuleman. Ja. Mevrouw Van den Bossen. Ja, een kleine opmerking. U zegt, mevrouw, dat in de UK, heeft zelf het hoop naar voren gebracht, dat het feit dat de inschrijvingsgelden zijn verhoogd niet heeft geleid tot minder hoog opgeleide. Ik wil u wel zeggen dat het heeft geleid tot een daling van 180.000 generatiestudenten naar 145.000 generatiestudenten in de UK. Dus er is wel degelijk een omvangrijk effect geweest van het feit dat de inschrijvingsgelden daar zijn verhoogd. Ik heb zelf niet over het UK begonnen, omdat ik denk dat de vergelijking daar niet helemaal opgaat. De inschrijvingsgelden liggen natuurlijk vele keren hoger, maar het moet mij toch wel van het hart. Ik wil het graag corrigeren, omdat het wel degelijk zo is dat vraag ook in zaken onderwijs reageert op de prijs die men aanrekent voor onderwijs. Ja. Ik zal een misverstand de wereld uithelpen. Het gaat over de vergelijkingen van de voorbije jaren. Cijfers van de OESO, van meneer Van Damme, u wel bekend, die de vergelijking gemaakt heeft tussen verschillende landen en die stelde dat België niet goed scoort wat betreft aantal hoger opgeleiden. En de inschrijvingsgelden zijn al altijd redelijk verschillend tussen België en de UK. Maar bon, dit gezegd zijnde, de vergelijking tussen landen is een andere discussie en brengt ons terug naar de cijfers. En ik wou nog een stukje kwijt over de oriëntering, want ik heb gemerkt dat daar ook nogal wat discussie over is, dat de gemoederen wat verontrust. Wel, ik moet u zeggen, dat wou ik nog eventjes meegeven aan alle collega's die belangstelling hebben voor onderwijs. Er is zo net een studie gepubliceerd van de heer Koen de Klerk en de heer Frank Verboven over toelatingsvoorwaarden, of ze wenselijk zijn. Een zeer interessante studie die toch wel het taboe daarop doorbreekt, zijnde dat het de democratisering van ons onderwijs zou belemmeren. Wel, het is helemaal niet zo. Wanneer we milde en gematigde toelatingsvoorwaarden zouden hanteren, ik citeer hier dit rapport, dan blijkt dat alleen positieve effecten te hebben. Het aantal diploma's stijgt doordat studenten sneller de juiste studierichting kiezen, de studieduur daalt en er beginnen minder studenten die hun studies nooit afmaken. Dus vooraleer we eigenlijk een plan tot betere oriëntering met oriënteringsproeven, oriënteringstrajecten die beginnen in het secundair en een bepaalde vorm van
toets organiseren op gezette tijden, vooraleer we ook dat verketteren in naam van de democratisering, zou ik er toch voor pleiten om daarvoor een breed debat te organiseren in de commissie onderwijs, zodanig dat we in plaats van te leven met een aantal vooroordelen, dat we toch het wetenschappelijk onderzoek onder de loep nemen, in het belang van studenten, om de studieduur te verkorten, in het belang van de gemeenschap om alles betaalbaar te houden, in het belang van de hoger onderwijsinstellingen zelf, zodanig dat ze in de toekomst kunnen kwaliteit aanbieden aan elke student, aan elkeen die daar op zijn plaats zit, die de studies aan kan en die ondersteund moet worden door die hoger onderwijsinstellingen. Dat is de doelstelling van mijn fractie in dat beleid. Dank u. Mevrouw Genee. Ja, ik wil mevrouw Brussel danken voor een grondig debat over oriëntering. Ik denk dat iedereen daar vragende partij voor is. Maar ik wil vooral de vinger op de wonden die u legt in zaken kansen in het leerplichtonderwijs. Ik wil vooral ook dat debat graag voeren. Want wat doet men in het leerplichtonderwijs? Men bespaart 2,4% op de werkingsmiddelen in het basis, meer dan 4% in het secundair. En wat men ook gaat doen, mevrouw Brussel, en dat is eigenlijk echt omgekeerd herverdelend, alweer. Men zegt de werkingsmiddelen die we nu kleuren en die scholen ten goede komen, die meer studenten en leerlingen met een zwak profiel hebben, die gaan we ontkleuren, zodat we gewoon maar uitdelen eerder dan te herverdelen. En zo geeft u kinderen minder kansen, al vanaf de kleuterklas, wat we samen zo belangrijk vinden. Maar ik dank de VLD-fractie voor de uitgestoken hand. Ik dank ook uw bekommernis om daar samen tegen ten strijde te trekken. Want effectief, naast een goede oriëntatie, doorheen de studieloopbaan, is vooral kansen voor kleuters en in het basis en het secundair nog belangrijker. Maar hoe rijmt u dat toch in godsnaam met de besparingen die u ook daar stelt? Ik denk dat in het verleden, u zal het beter kennen, u zal het misschien beter weten dan ik, want het was uw goede vriend Pascal die minister was. De toekomst, ja. Ik denk dat de doelstelling, mevrouw Genee, dat die onverkort nog steeds dezelfde is van alle leerlingen kansen te geven. Met de middelen die voorhanden zijn, zal dat lukken. Met de expertise die er op het veld is, zal dat lukken. En ik pleit ervoor om daar op een zeer verstandige wijze mee om te gaan. En om vooral ervoor te zorgen dat alle leerkrachten die nu in moeilijke omstandigheden moeten lesgeven, dat die de gelegenheid krijgen de komende jaren om zich bij te scholen, om zich te verdiepen in het aanpakken van het probleem van leerlingen met zeskenmerken en van leerlingen die een andere thuistaal spreken. Ik zal u nog eventjes meegeven wat ik deze week vaststelde. Het Onderwijscentrum Brussel biedt vormingen aan om te gaan met een andere taal in de klas, of omgaan met leerlingen die een andere taal spreken in de klas. Wel, die vormingen die gaan door voor 20 leerkrachten per vorming. Ik denk dat er nog heel veel vormingen moeten gegeven worden. En ik kijk er inderdaad naar uit om met de middelen die er zijn toch aan alle leerkrachten al die vormingen te kunnen aanbieden. U kunt daar op mij rekenen. Dank. Goed, dankjewel. Ten slotte mevrouw Bonte. Dankjewel, meneer de voorzitter, mevrouw de minister, collega's. Ja, dat het inschrijvingsgeld zou verhoogd worden, was natuurlijk al eerder bekend. En het ligt natuurlijk veel mensen na aan het hart en terecht, want ik geloof dat er vorig academiejaar meer dan 260.000 mensen hoger onderwijs volgden. Een verhoging van het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs belangt dus heel veel mensen aan. Nu, we kunnen hier vandaag zoveel over discussiëren als we willen. De verhoging werd principieel door de Vlaamse regering goedgekeurd en zal ook door de meerderheid binnenkort worden goedgekeurd. En €270 extra per studiejaar, het lijkt op het eerste zicht voor veel mensen niet onoverkomelijk. Alhoewel.
Deze kortzichtige maatregel kan studenten en gezinnen enkel doen afhaken van verdere studies en kansen doen missen. Die zin, dat zijn niet mijn woorden, dat zijn wel de woorden van Ralf Paket. En die is de voorzitter van Jong N-VA, de jongerenafdeling van een van uw coalitiepartners. En die heeft een persbericht uitgestuurd vorig jaar, en ik heb het hierbij, naar aanleiding van een commissiezitting onderwijs in november 2013. En die ging over, hoe raad je het, de verhoging van het inschrijvingsgeld. En in dat persbericht werd duidelijk gesteld dat Jong N-VA geen verhoging wil van het inschrijvingsgeld. En nog volgens het persbericht werd duidelijk gesteld dat dit een enorme lastenverhoging zou betekenen voor de gewone middenklasse die niet in aanmerking komt voor een studietoelage. Tja, het kan verkeren, zei Bredero. Nu, ik geef de toenmalige Jong N-VA wel gelijk. Want ja, hoe ze er nu over denken, dat weet ik natuurlijk niet. Want wie het hardst dreigt getroffen te worden door de verhoging van het inschrijvingsgeld, zijn inderdaad de hardwerkende middenklasse mensen die net buiten de sociale correcties zoals de studietoelage vallen. Want voor hen wordt het inderdaad het hardst op de tanden bijten. Zeker als er meerdere kinderen in het gezin zijn die hoger onderwijs volgen en als er bijvoorbeeld maar één inkomen is. Voor hen worden de uitgaven groter, terwijl ze net uit de boot vallen om te worden beschouwd als beursstudent of niet-beursstudent. En het wordt voor hen dan ook heel moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit heeft dan ook te maken met de torenhoge belastingdruk in dit land, maar daarover straks meer. Mevrouw de minister, u kondigde de afgelopen dagen in de media nog een aantal maatregelen aan. En één ervan was de belofte, die u trouwens ook in het regeerakkoord heeft gedaan, om de volgende maanden voorstellen te doen om het aanbod van de opleidingen in het hoger onderwijs te rationaliseren. En ik ben eens gaan kijken op de Onderwijskiezer. Dat is een website die toekomstige studenten wegwijs maakt in de verschillende studierichtingen in Vlaanderen. En wel nu, op die Onderwijskiezer kan je kiezen uit maar liefst 1514 verschillende opleidingen, afstudeerrichtingen en postgraduaten, hoger onderwijs. Je kan kiezen uit onder meer een master gender en diversiteit, een postgraduaat zingeving, een afstudeerrichting syndicaal werk en zelfs een postgraduaat trendwatching. Meer dan 1500 verschillende opleidingen. Dat zijn er ontzettend veel voor zo'n klein land als Vlaanderen. Maar niet alleen bij het aantal studierichtingen, maar ook bij de flexibilisering van het hoger onderwijs stellen wij ons ernstige vragen. En wij zijn niet alleen, want dat blijkt bijvoorbeeld ook uit een studie van Itinera uit 2013 bij 1300 academici over de vermarkting van het hoger onderwijs. En 72% van die academici maakt zich zorgen over de hoge graad van flexibilisering van de studieprogramma's. Mijn fractie is van die flexibilisering steeds een koele minnaar geweest. Want studenten doen langer over hun studies en dat heeft natuurlijk een kostprijs voor de ouders. Er moeten elk jaar nieuwe boeken en cursussen worden aangekocht. Bepaalde studierichtingen vereisen bovendien nog een specifiek studiemateriaal of aparte financiële middelen voor een stage of voor een studiereis. De prijs van een kot kan tegenwoordig oplopen tot €4.500 per jaar. Vervoerskosten, een computer enzovoort. Kost allemaal geld, ook aan de samenleving trouwens. En hoe langer studenten doen over een bepaalde studie, hoe meer het kost. Dat is een mathematische zekerheid. Mevrouw de minister, om onnodig tijdverlies en onnodige kosten te vermijden, moeten we vermijden dat studenten in de verkeerde studierichting terechtkomen. En onze fractie heeft de invoering van die niet-bindende oriënteringsproef steeds bepleit en juicht dan ook toe dat die er komt. Want door zo'n oriënteringstest krijgen studenten tenminste een eerste goed advies over wat ze zouden kunnen en niet zouden kunnen. Natuurlijk zal zo'n oriënteringsproef niet alles zeggen en kan het resultaat daarvan natuurlijk ook afhangen van de omstandigheden. Zijn studenten bijvoorbeeld gemotiveerd genoeg om te blokken voor een test waarvan het resultaat enkel telt om richtinggevend advies te krijgen? Maar het principe op zich is dus alleszins niet slecht. En dan wil ik het graag nog even hebben over de kwaliteit, want dat is toch ook wel belangrijk en dat is niet zoveel aan bod gekomen vandaag. En kwaliteit moet uiteraard centraal staan in het hoger onderwijs. En ik verwijs hiervoor nogmaals naar dezelfde bevraging van de denktank Itinera. En die ondervraagde professoren en docenten vinden dat in onderwijs, onderzoek, projecten en doctoraten de slinger te veel richting kwantiteit is doorgeslagen ten koste van de kwaliteit van het vrij academisch werk.
En volgens Itinera hebben politieke overheden en universiteiten daarover, en ik citeer uit het onderzoek, een saus van standaardisering, nivellering en bureaucratisering gegoten, waarin het academisch personeel meer en meer degradeert tot een instrument voor massaproductie van diploma's en onderzoek. Itinera vraagt dan ook om na te denken over structurele maatregelen die opnieuw de kwaliteit centraal stellen in de missie van de universiteiten. Ik vind dat alleszins een goede suggestie en ik hoop dat u dit ook gaat doen. Mevrouw de minister, ik heb inhoudelijk over onderwijs al enkele insteken gegeven, maar we mogen natuurlijk niet voorbij gaan aan de essentie, aan de kern van de zaak. Bedrijven maken op 31 december hun jaarrekening op, maar ook mensen doen dit. En zij maken op het einde van het jaar de rekening. En ze kijken naar hoe verkregen inkomsten zich verhouden tot hun gedane uitgaven. En uiteindelijk is het niet de benaming die telt. Is het nu een belasting, een retributie of een hogere kostprijs voor dienstverlening? Maar wel wat ze op het einde van de rit nog overhouden in hun portemonnee. Dat is belangrijk. Wel nu, mensen zullen de rekening maken en zullen constateren dat hun uitgaven stijgen, maar dat hun inkomsten gelijk blijven. En ik trap wellicht een open deur in wanneer ik zeg dat de belastingdruk in het land onredelijk hoog is. De fiscale en parafiscale druk in het land behoort momenteel tot de hoogste van de wereld. Maar liefst 45,3% van het bruto nationaal product gaat naar belastingen. Dat is waanzinnig veel. En die mening is ook professor Luc Nijs, de voorzitter van de investeringsmaatschappij, de Talita Group, en voormalig hoogleraar International Finance, toegedaan. U moet zijn opiniestuk in de Standaard van gisteren maar even lezen. En een overheid die de helft van de toegevoegde waarde in dit land afroomt, mag daar wel wat voor terugdoen, zeker in zaken onderwijs. En gelijk heeft hij. De krant Het Laatste Nieuws titelde gisteren: 18 jaar school kost de overheid €117.655 per kind. En dit zou zogezegd de verhoging van het inschrijvingsgeld in perspectief zetten. Staan we toe dit ook even in perspectief te plaatsen. Een gemiddelde werkende Vlaming betaalt jaarlijks ongeveer €20.000 aan inkomstenbelastingen. En op 18 jaar betaalt een echtpaar werkende Vlamingen ongeveer €720.000 aan inkomstenbelastingen. Alleen aan inkomstenbelastingen uiteraard, want ja, van de rest van het inkomen moeten ook nog eens btw, roerende en onroerende voorheffing, registratierechten, accijnzen, erfenisrechten, autobelastingen enzovoort opgehoest worden. Dus suggereren dat we de regering op onze knieën moeten dankbaar zijn dat ze geld besteedt aan het onderwijs, is in dit perspectief gewoonweg onaanvaardbaar. Als Vlaanderen tegen 2020 de meest kennisintensieve economie ter wereld wil worden, wacht ons nog een lange en moeilijke weg. En ik ben niet zeker dat we de eindmeet zullen halen. Dank u wel, mevrouw Bonte. En proficiat voor uw eerste optreden aan het sprekersstoel, want dat is niet vanzelfsprekend. Dan geef ik nu, denk ik, als er geen vragen meer of opmerkingen zijn uit de zaal, dan geef ik nu het woord graag aan mevrouw Krivits, minister van Onderwijs. Collega's, ik heb met zeer veel interesse de voorbije uren dit debat dat mevrouw Gené gaat over de uitdagingen waar ons hoger onderwijs voor staat, gevolgd. Maar mevrouw Gené is eventjes weg. En collega's, ik denk dat over alle fracties heen, meerderheid en oppositie, vandaag uit alle uitspraken en alle bezorgdheden die geuit zijn, dat daaruit blijkt dat er een grote bezorgdheid bestaat voor de kwaliteit en de toekomst van dat hoger onderwijs. Dat is een bezorgdheid die ik als sinds 2-3 maanden bevoegd minister absoluut deel. Want, collega's, de meerwaarde om een diploma hoger onderwijs te behalen, de meerwaarde die geboekt wordt op persoonlijk en op werkvlak bij jonge mensen als ze een diploma hoger onderwijs halen, is enorm. Je kan dat uitdrukken in financiële winsten die de maatschappij boekt, die de mensen persoonlijk boeken. Je kan dat ook uitdrukken in de winsten die ze boeken naar een gezondere levensstijl, een kleinere kans op werkloosheid en zo meer en zo meer. Dus die bezorgdheid delen we allemaal. En dat is ook de reden, collega's, waarom deze Vlaamse regering ook volgend jaar
1,7 miljard investeert in dat hoger onderwijs. En we zullen over heel veel details van de begroting nog grote en zware discussies voeren. Ik denk dat die de komende weken aan bod zullen kunnen komen. Maar ik zou u toch, collega's, eventjes willen meenemen door een aantal uitdagingen waarvoor we staan. En sommige van jullie hebben die uitdagingen al aan bod gebracht, sommige zijn hier nog niet aan bod gekomen. Ik zat gisteren, voor zij die zouden twijfelen of ik wel contacten heb met de universiteiten en de hogescholen, gisterenavond hebben we samen gezeten met de rectoren en de directeurs van de hogescholen en ook een paar associatievoorzitters, om eens een aantal van die uitdagingen te overlopen. Want, collega's, 5 jaar geleden, toen de Vlaamse regering ook werd samengesteld, is dit debat over de uitdagingen van het hoger onderwijs ook gevoerd. En wat hebben wij daaruit geleerd? Wat waren de uitdagingen toen? De uitdagingen waren exact dezelfde als deze die we vandaag hier aan bod laten komen. En waar staan we op vandaag, collega's? Ik geef u een paar cijfers. De studieduur. 30%, 30 studenten op 100 haalt zijn bachelor-diploma in 3 jaar. Als we er 1 jaartje bij doen, dus 4 jaar ervan maken, dan betekent dit dat 15-20% erbij komt. Collega's, dat wil zeggen dat anno 2014 50%, ongeveer de helft van de studenten, er ofwel nog langer dan 4 jaar over doet, ofwel helemaal geen diploma hoger onderwijs. En dat betalen de ouders en de gezinnen ook. 2, de drop-out. Generatiestudenten dus die stoppen met studeren en nooit een diploma halen hoger onderwijs. 14% stopt met studeren na 1 jaar. Nog eens 9% stopt na 2 jaar. Conclusie, collega's, 25% van de starters in het hoger onderwijs stopt na 1 of 2 jaar met studeren en behaalt geen diploma. Kost ons als overheid geld, kost gezinnen bijzonder veel geld. En het is nog erger, collega's, het is de voorbije jaren niet beter, maar slechter geworden. Dus de tijd om daarop in te grijpen, die tijd dringt. Heroriëntatie, uitdaging nummer 3. 5% van onze studenten verandert in het eerste jaar van opleiding. Maar u moet eens gaan zoeken wat de stimuli zijn op vandaag om effectief, als je na een paar maanden denkt, ik zou eigenlijk liever wat anders doen om tijdens het jaar te gaan veranderen. Wat de stimuli zijn voor hogescholen en universiteiten, wat de stimuli zijn voor studenten. Ze zijn zeer beperkt tot afwezig. 12% van de studenten heroriënteert na het eerste jaar. Dat zijn er opnieuw weer 6.000 die dan veranderen van richting. U moet zich de consequenties op een hele studieverloop, op een zelfvertrouwen, dat ze daaruit niet putten, gaan voorstellen. Dames en heren, de kost van dit alles is groot. Er is de diversiteit. Diverse collega's hebben er vandaag naar verwezen. De tweede naoorlogse babyboom die is aan het opgroeien en vanaf 2018-19 komt deze heel geleidelijk ook in ons hoger onderwijs aan. Dat is een zeer grote groep, dat is een zeer diverse groep. En ik heb de eer en het genoegen om als kabinetchef op mijn kabinet een directeur van een Antwerpse hogeschool aanvaard te hebben, die dus bijzonder goed die problematiek van die diversiteit kent en zeer goed ziet wat er op ons afkomt en wat de uitdaging is om al die studenten ook op een kwaliteitsvolle manier of zoveel mogelijk naar dat hoger onderwijs te brengen. Uitdaging die we niet uit het oog mogen verliezen. En toch, collega's, is er ook positief nieuws. De scholingsgraad, die is goed. De doelstelling Europa 2020 is 40% van de 30-34-jarigen hebben een diploma hoger onderwijs. Wel, collega's, wij hebben die doelstelling al lang gehaald. We zitten daar aanzienlijk boven. Dus zo slecht doen we het niet. Maar we moeten aan de problemen die er vandaag zijn, we moeten daarop ingrijpen. En ik heb aan de hogescholen en aan de universiteiten gevraagd, wat hebben jullie daar in de voorbije 5 jaar concreet aan gedaan? En daar bleef het antwoord eerder mager. Vandaar dat wij, collega's, om in te gaan op deze uitdagingen, gisteren een tijdspad afgesproken hebben om 4 concrete maatregelen te nemen die ervoor moeten zorgen dat we aan de knelpunten die ik net geformuleerd heb, namelijk
Het verlengen van het studieduurtraject, het fout oriënteren, het gebrekkig kunnen maken van studiekeuzes en het onvoldoende laten doorstromen van jonge mensen uit het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs om daarop te werken. Het eerste is hier ook al door heel veel collega's aangehaald als het aanbod. Als je vandaag keuzes moet maken voor hoger onderwijs, 549 bacheloropleidingen. Een collega daarnet zei 1500 als je de afstudeerrichtingen erbij neemt. Een kat vindt er soms haar jongen niet meer in. Er is een onproductieve concurrentie op een aantal punten tussen instellingen. Zij erkennen dit trouwens zelf. En zij zijn bereid om dat gesprek daarover te voeren. Ze hebben dat al een beetje gedaan de voorbije jaren, maar nooit met duidelijke incentives. We hebben nu afgesproken dat we tegen begin volgend jaar daar een plan van aanpak willen in hebben en dat we inderdaad die rationalisering, dat die moet voltrokken worden. Betekent dat dat de kwaliteit ingeboet zal worden van het hoger onderwijs? Helemaal niet. Betekent wel dat we onproductieve concurrentie proberen te vermijden en dat we, als we nieuwe opleidingen in het leven of goedkeuren of laten starten, dat we dat doen door te kijken of we op andere punten niet wat kunnen consuminderen. Weet u, collega's, dat de nieuwe opleiding gemiddeld voor een instelling 1,9 miljoen euro uitgaven met zich brengt. Tweede, flexibiliteit. Heel veel collega's hebben daarover gesproken. Ik heb gemerkt dat mijn voorganger in dit voorgangerbevoegd minister daar ook een punt heeft van gemaakt. Maar er is in zaken die flexibiliteit, collega's, de voorbije jaren niets gebeurd. We zien de studieduur toenemen. We zien het aantal opgenomen studiepunten voor studenten dalen gemiddeld. Dus we moeten daar incentives voor zoeken. En een van de maatregelen die de Vlaamse regering vrijdag ook genomen heeft, dat is dat we de sokkel, de vaste sokkel die betaald moet worden als je start bij een inschrijving, dat we die wat verhoogd hebben. Omdat we studenten effectief willen stimuleren om voldoende studiepunten op te nemen. Dat is natuurlijk niet voldoende. Er moet daar nog een kader rondgemaakt worden. Ook hier hebben hogescholen en universiteiten met mij afgesproken om tegen begin volgend jaar daar concrete voorstellen te doen die we dan hopelijk ook in een decreet zullen kunnen omzetten. Om instellingen, universiteiten en hogescholen, om die ook toe te laten om wat zuurstof te krijgen als het gaat over controlesystemen, hebben ze mij zonder uitzondering allemaal gevraagd om de dubbele controles die er nu zijn, u weet dat elke richting, elke studierichting gecontroleerd wordt, maar dat daarnaast ook er een zelfcontrole moet in het leven geroepen worden van door hogescholen en universiteiten op hun werking, om die wat lichter te maken en om ze dus te laten kiezen voor één systeem. Kan voor hen ook een belangrijke besparing opleveren, maar zal er ook voor zorgen tegelijk dat de kwaliteitscontrole absoluut blijft. Ook hier tegen 10 november afspraak om een voorstel te doen, samen tussen de hogescholen en de universiteiten. En collega's, ook wat dat sociale beleid betreft, is er gisteren een en ander gevraagd. Want ik besef zeer goed, als vandaag de middelen, onder andere voor de studentenvoorzieningen, als die onder druk komen te staan, er wordt volgend jaar absoluut nog 44 miljoen euro geïnvesteerd in die stuvo's. Dat is absoluut zo. Maar ze staan onder druk, die middelen. Als er een discussie is over het aanmoedigingsfonds, heel veel uren hebben we daar altijd over aan gehangen, maar mijn grootste probleem met het aanmoedigingsfonds is dat er grote ruzie is bij de verdeling van de middelen. Niemand ontkent dat. Je hebt 6,5 miljoen euro, 230.000 of 200.000 studenten. Men discussieert urenlang over hoe zullen we die middelen verdelen. En de vraag is dan ook, is dat niet een opdracht die eigen is aan elke hogeschool en universiteit? Lees wat Pascal Smet daar ook in het verleden over gezegd heeft. Dus ons voorstel is, laat ons dat inkantelen in de algemene werkingsmiddelen. Het maakt deel uit van de opdracht van elke hogeschool, elke universiteit. En laat ons misschien samen eens kijken om een pact te sluiten rond dat sociale beleid. Want zowel dat aanmoedigingsfonds, maar ook die STUVO-middelen, die zijn bedoeld, collega's, om studenten die in dat eerste jaar komen, of in het tweede jaar of derde jaar, te begeleiden op een goede manier en ervoor te zorgen dat ze inderdaad alle kansen krijgen om een opleiding te voldoen. Dus daar denk ik dat we ook tussen die hogescholen en universiteiten moeten kijken waarvoor gebruiken jullie die middelen, hoe worden ze ingezet en kunnen we daar geen prioritisering maken van zaken die elementair zijn. Het is, collega's, inderdaad een oefening in rationalisatie, een oefening in soberheid. En het spijt mij dat we als Vlaamse overheid sowieso besparen. Ik vind dat ook een spijtige zaak, ik heb dat al een paar keer gezegd, maar ik was er inderdaad bij
collega's, toen we de keuze gemaakt hebben om ook op hoger onderwijs in het jaar 2015 een stuk besparing in te voeren. Ik heb wel onmiddellijk het engagement genomen, en deze hele Vlaamse regering heeft dat trouwens gedaan, om aan de hogescholen en de universiteiten ook een aantal instrumenten aan te reiken om hun kosten te drukken en om ook een aantal stappen te zetten die niet alleen besparend zijn, maar die er ook voor zorgen dat studenten zich beter kunnen oriënteren en dat ze ook op een aantal vlakken beter begeleid worden. Collega's, de Vlaamse regering heeft vorige vrijdag ook een beslissing genomen, uiteraard, over de hoogte van de studiegelden. En ik heb heel veel begrip, want collega Meuleman heeft ook in het Vlaams parlement, denk ik, vorige week de studie daar vermeld, de Flemosi of Flemozo-studie, vermeld. Die ik ondertussen ook gelezen heb rond de studiebeurzen. En zijn ze voldoende, zijn ze onvoldoende? Maar mevrouw Meuleman, wij hebben aan het systeem van studiebeurzen op dit ogenblik niets gewijzigd. En dat is natuurlijk ook de reden waarom deze Vlaamse regering ook beslist heeft om aan de hoogte van het studiegeld dat betaald moet worden niets te wijzigen. Wij veranderen de voorwaarden voor jonge mensen die in kwetsbare gezinnen wonen om deel te nemen aan dat hoger onderwijs. Wij maken die niet zwaarder, wij veranderen deze voorwaarden niet. Tegelijk willen wij ook dat de opstap naar het hoogste bedrag van het te betalen studiegeld, dat die wat gemilderd wordt door de groep. En er wordt daar vandaag neerbuigend over gedaan door sommigen. Van, allee, wat heb je nu gedaan voor die bijna beursstudenten, voor die paar duizend studenten? Wel, die groep bijna beursstudenten was vroeger ook een kleine groep, ongeveer 2000. Het zullen er nu ongeveer 4000 worden. Maar dat zijn een groep studenten die een verlaagd studiegeld betalen, die geen studiebeurs krijgen, maar toch minder moeten betalen om te participeren aan het hoger onderwijs. En tot slot, collega's, hebben wij met volle bewustzijn ook een keuze gemaakt om vanaf het academiejaar 2015-2016 een studiegeld te vragen van €890 voor deelname aan ons hoger onderwijs. Wij menen dat dat bedrag inderdaad gerechtvaardigd is. En als wij de bijdrage ernaast leggen die de Vlaamse overheid, of niet de Vlaamse overheid, maar eigenlijk u allemaal als belastingbetaler, daarmee in investeren, als we die ernaast leggen, dan vind ik persoonlijk en vindt deze Vlaamse regering dat de bijdrage die we vragen aan de mensen, aan de ouders, dat die gerechtvaardigd is. En als u mij dan vraagt, als volgend jaar, als volgend jaar of binnen enkele maanden er wat ruimte komt op de begroting, zult u dan die studiegelden of die bijdrage aan die studiegelden weer gaan wijzigen? Dan is het antwoord op deze vraag nee, dat zullen wij niet doen. Wij hebben een keuze gemaakt, die moet in het parlement nog goedgekeurd worden, die keuze evident, want u zult daar ook samen moeten over stemmen. De bedragen die wij afgesproken hebben, die gelden in principe voor de hele legislatuur. Maar dat neemt niet weg, collega's. En sommigen hebben dat ook al gemerkt en opgemerkt, dat de groeipaden die voorzien zijn om budgetten te verlenen aan hogescholen en universiteiten, dat die uiteraard blijven bestaan. En als er mogelijkheden ontstaan in de toekomst om extra te investeren in hoger onderwijs en in universitair onderwijs, dat wij die mogelijkheden uiteraard zullen gebruiken. Maar collega's, laat ons nu vooral tegen de eerste budgetcontrole 2015 de kansen die de voorbije jaren, naar mijn persoonlijke mening, onvoldoende gegrepen zijn om te rationaliseren, om de flexibilisering een beetje in te perken. Laat ons die nu grijpen in de komende maanden en laat ons op deze manier er ook voor zorgen dat zowel de hogescholen als de universiteiten de uitdagingen waar zij voor staan op een betere manier kunnen aanpakken dan in het verleden. Dank u wel. Dank u wel. Vraagt nog iemand het woord? Mevrouw Meuleman. Maar toch nog even reageren, mevrouw de minister. U zegt ooit, binnen een aantal jaar, ik ben nu nog maar 3 maanden minister, dat is waar, maar ik ben aan het kijken en ik ga zorgen in de volgende jaren dat alles beter wordt. Flexibilisering aanpakken, rationaliseren, efficiëntiewinsten boeken, als het kan, het beurssysteem hervormen en bekijken. Allemaal zaken die inderdaad nodig zijn, nuttig zijn, belangrijk zullen zijn in de volgende legislatuur. En waar ik met u samen aan wil werken, waar ik u in wil steunen, want ik denk dat dat inderdaad belangrijke aspecten zijn om ervoor te zorgen dat we een kwaliteitsvol hoger onderwijs kunnen bewaren, dat we die diversiteit en die democratisering die we nastreven, dat we daarvoor kunnen zorgen. Maar eerst, en die lijn van u volg ik niet,
Maar eerst moeten we besparen. Hè. De begroting moet eerst op orde zijn. Hè. Dus we moeten de studiebeurzen verhogen en we moeten ontzettend veel en ontzettend hard gaan besparen in het hoger onderwijs. We moeten het aanmoedigingsfonds schrappen, we moeten de studentenvoorzieningen kunnen we niet ontzien. De universiteiten zullen op de werkingsmiddelen serieus moeten besparen in die mate dat ze echt allemaal verschrikkelijk aan het zoeken zijn van hoe kunnen we met zo'n pak minder geld toch nog kwaliteitsvol onderwijs geven. Wel, mevrouw de minister, dan bent u de toekomst aan het hypothekeren. Dan bent u de zaak eerst serieus aan het verslechteren, waardoor het dubbel en dik moeilijk zal zijn om het allemaal beter te maken. U bent het zichzelf ontzettend moeilijk aan het maken. Want door de maatregelen die u nu neemt, door het afschaffen van het aanmoedigingsfonds, door te snijden in de studentenvoorzieningen, maakt u universiteiten die nu inderdaad inspanningen doen om een diverser publiek te bereiken via het aanmoedigingsfonds, ontmoedigt u en maakt u het dan moeilijker, maakt u het dan bijna onmogelijk om die studenten nog te gaan begeleiden. Dus door de keuzes die u vandaag maakt, zetten wij eerst echt 3 stappen achteruit. Volgens mij compleet onnodige stappen. En legt u dus eerst een serieuze hypotheek, denk ik, op de toekomst van onze jongeren, op de toekomst van Vlaanderen. Zorgt u ervoor dat minder jongeren zullen kunnen verder studeren in het hoger onderwijs. Volgens mij is dat echt geen goede manier van aanpak. Mevrouw Schoens. Mevrouw de minister, dank u voor uw antwoord. Maar ik begrijp het eigenlijk nog altijd niet. Maar het zal wel echt aan mij liggen. Maar ik begrijp nog altijd niet hoe je als welvarende regio nog maar kunt overwegen om te besparen op onderwijs. Op de grondstof van onze samenleving. En ik wil echt gerust geloven dat u het spijtig vindt dat er zoveel bespaard wordt en dat bezorgdheden van de rectoren blijven. Het is alleen heel erg jammer dat u met die spijt niks doet. En wij blijven het een absoluut verkeerde keuze vinden. Dank u wel. Ik dank mevrouw de minister voor haar antwoord. Ja, studeren in het hoger onderwijs is iets dat in de verdere loopbaan een groot surplus oplevert in de vorm van meer kansen op de arbeidsmarkt, betere jobs en een betere verloning. Dus studeren moet en mag van onze fractie niet gratis zijn. Maar nu wordt het inschrijvingsgeld niet weinig opgetrokken. En met €270 extra per jaar. En er is niet de enige kost van de ouders, want de Universiteit van Gent berekende dat de totale kostprijs op 2670 euro voor een niet-beursstudent en zelfs €7153,90 wordt gelegd voor een kotstudent zonder beurs. En dat is heel veel geld voor de ouders. Zeker wanneer het bedrag maal 2 of maal 3 moet worden gedaan bij meer kindgezinnen. Vanuit mijn fractie blijven wij het betreuren dat de Vlaamse bevolking alweer opgezadeld wordt met een extra kost, terwijl ze al kapot belast wordt. En ik heb het in mijn tussenkomst reeds gezegd, noem het zoals u wil, belasting, retributie, extra kost voor dienstverlening, bijdrage. Maar in de portemonnee van de Vlaming blijft dat allemaal hetzelfde. Die geraakt op het einde van het jaar leger en leger. En die uitgeperste Vlamingen verdienen een betaalbaar onderwijs. En die mening wordt ook uit de voorlopige resultaten van een weliswaar bescheiden internetpeiling van VTM overigens gedeeld door de meerderheid van de Vlamingen. Verder besluit ik uit dit debat dat de visies over veel zaken gelijk lopen, over de uit de hand gelopen flexibilisering, over de noodzakelijke rationalisering, over de oriënteringsproef. Ik hoop dan ook dat er niet nog jaren van studiewerk nodig gaat zijn om oplossingen te voorzien. En we rekenen hierop dat u hier snel werk van maakt. Dank u wel. Dank u wel. Vraagt nog iemand het woord? Mevrouw Krivits? Nee? Ja, heel kort. Toch? Ja. Ik wil ook zwijgen hoor, maar ik lees hier dat ik te weinig gezegd heb. Als de regering het woord vraagt, mag nooit geweigerd worden. Voilà, dank u. Dus collega's, wat? Nee, maar de voorzitter heeft een belangrijke statement gemaakt. Wie het woord vraagt, die mag het niet geweigerd worden. Dus je kunt dat misschien nog gebruiken in de komende maanden. De minister. Nee, je moet luisteren mevrouw. Ik heb gezegd de minister als de regering het woord vraagt. Oké, dan voel ik mij bevoorrecht. Dank u voor deze... Maar mevrouw Meuleman... Het is logisch natuurlijk, u behoort tot de oppositie, ik behoor tot de meerderheid. Het is logisch dat we op een aantal punten van mening verschillen. Maar de komende maanden zullen we echt... Als een minister spreekt, moet een ander minister wel zwijgen. Dus... Mag ik snuiten? Snuiten mag, ja. Ik voel mij al een hele juffrouw, ja. Dank u. Nee, maar mevrouw Willeman... Er is een reden natuurlijk waarom ik in het debat
Ik ben eigenlijk niet tussengekomen, dat is niet van mijn gewoonte om dat te doen. Maar ik vond het belangrijk om vandaag zeer goed te luisteren en te proberen de parallellen en de verschillen ook uit te trekken. Maar ik zal de komende maanden wel gebruiken om de budgettaire schaarste die ontstaan is, waarvoor wij inderdaad gekozen hebben, om daarvan de hogescholen en universiteiten ook te overtuigen om een aantal ingrepen te doen die goed zijn. Zij kunnen absoluut, als ze van rationalisatie werk willen maken, dan kunnen ze dat. Als ze die flexibilisering willen inperken, dan kunnen ze dat. Maar ze hebben ook incentives nodig om dat te doen. En ik ben dus, als er volgend jaar nog geen oplossingen daarvoor gevonden zijn, dan vind ik inderdaad ook... Dus voor mij is dan de prioriteit nummer 1 om die probleemsituaties die er zijn, om die eruit te halen. En wat de stuvo-middelen betreft, u zegt, ja, ze kunnen niks meer doen. Het is nog altijd 44 of bijna 45 miljoen euro. Daar kan heel wat mee gedaan worden. Maar als er één besparing is die ik nu zelfs nog zou willen teruggedrongen krijgen, is het deze. Want ik ben het echt met u eens dat die stuvo-middelen zeer belangrijk zijn en zeer goed ingezet worden, ook door hogescholen en universiteiten. Mevrouw Soens, ik denk trouwens dat voor u ook uw eerste tussenkomst was vandaag, voilà, dus je hebt geen felicitatie gehad van de voorzitter, maar je krijgt ze dan van mij. Maar mevrouw Soens, u zei, ik begrijp het niet. Ik begrijp het dat u het niet begrijpt, maar ik begrijp, als ik nu een aantal dossiers ook doorloop, begrijp ik ook een aantal zaken niet die in de voorbije jaren niet beslist zijn. Terwijl uw partij wel de minister had en er nog in werkgroepen zat. Dus laat ons nu alstublieft... Er zijn heel veel zorgen die we delen, maar het is echt van belang en ik hoop dat we dat over partijgrenzen heen, dat we een aantal moedige beslissingen ook zullen kunnen nemen rond flexibilisering, rond de rationalisatie van het aanbod, rond het verlichten van de planlast bij hogescholen en universiteiten. En ik denk als we daar keuzes kunnen maken, dat we dan ook budgetair wat ruimte zullen creëren die broodnodig is. Goed. Dan is er een actualiteitsmotie ingediend door SPA en Groen. Zijn er nog andere actualiteitsmoties te verwachten? Meneer Janssens, Vlaams Belang. Mevrouw Helsen namens de meerderheid. Dan ontvangt hij tegen 5:10. Schorst de vergadering 5 minuten. En